Ik verzoek u allemaal uw plaatsen in te nemen, want volgens mij is het 19:30 geweest. En ik zal u voorgaan in het ambtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Dus ook u hier te gaan zitten. Ik open deze raadsvergadering en heet u allen van harte welkom, raadsleden, college, op de tribune en ook als u op een andere wijze meekijkt, meeluistert, allemaal van harte welkom. Ik heb afmelding gekregen van mevrouw Bramer, de heer Kelder en de heer Kobus. En de heer Smelt zal wat later komen. Ik vraag of iedereen de presentielijst heeft getekend. Ja. En zo niet, dan weet u dat u niet mee kunt doen aan de beraadslagingen. Ze wordt snel getekend. Dat komt helemaal goed. Ik ga naar agendapunt 2, vaststelling van de agenda. Wens iemand het woord over de vaststelling van de agenda? Ik zie niemand. Wens iemand stemming hierover? Zo niet, dan is deze agenda conform vastgesteld. Ik ga naar agenda punt 3. Dat is het vragenhalf uurtje. En de heer Kerkdijk van de fractie van het CDA heeft aangegeven gebruik te willen maken van het vragenhalf uurtje. En het onderwerp van de vragen betreft asbest cementhoudende waterleidingen in de gemeente Twenterand. En de heer Kerkdijk, ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het punt, het onderwerp asbesthoudende waterleidingen in de gemeente Twenterand. Op 28 juli 2017 heeft de CDA-fractie schriftelijk vragen gesteld in het kader van artikel 40 van het reglement van de Orde Gemeenteraad Twenterand over regelmatige lekkages in de asbesthoudende waterleidingen aan de Vierenblokweg te Vromsoop. De betreffende vragen werden op 3 augustus 2017 door het college beantwoord en de waterleiding is in 2018 vervangen. In de periode vanaf juli 2017 worden ook andere inwoners van Twenterand regelmatig geconfronteerd met breuken in de asbesthoudende waterleidingen in hun buurt of straat. Voorbeelden daarvan zijn de Eerste Blokweg te Vromsoop en de Schoolstraat te Vromsoop. Deze breuken leiden iedere keer tot onrust in de betreffende buurt. Ondanks dat het college in 2017 in haar antwoord heeft aangegeven dat asbestcementleidingen geen enkel gevaar vormen voor de volksgezondheid, is dit voor inwoners moeilijk te rijmen met het gegeven dat asbestgolfplaten voor 2024 van het dak moeten. Inwoners geven ons aan zeer verontrust te zijn, met name omdat zich diverse malen breuken in de waterleiding in dezelfde straat hebben voorgedaan. Als CDA Trent Twenterand hebben wij mede namens de verontruste inwoners van Twenterand de volgende vragen over asbestcementhoudende waterleidingbuizen in de gemeente. Vraag 1. Kunt u de gemeenteraad als wegbeheerder binnen de gemeente Twenterand aangeven in welke straten en buurten in de jaren vanaf 2017 zich breuken hebben voorgedaan in de asbesthoudende waterleidingbuizen? Dit omdat Vitens als beheerder van het waterleidingnet vanuit veiligheidsoverwegingen het inzicht weigert te verschaffen waar zich deze leidingen in Twenterand bevinden. Zie daarvoor ook de beantwoording van onze vragen van juli 2017. Vraag 2.
Is het college bereid, wanneer uit het overzicht zoals bedoeld in de eerste vraag blijkt, dat er straten en buurten zijn waar zich regelmatig breuken in de asbestwaterleidingbuizen voordoen, met Vitens in contact te treden voor het maken van afspraken voor de vervanging van deze leidingen? Vraag 3. Bent u bereid met Vitens op voorhand afspraken te maken over de vervanging van de waterleidingbuizen, asbesthoudende waterleidingbuizen, aan de eerste blokweg Tuffelhoop en de Schoolstraat Tuffelhoop? En als laatste, wanneer gaat het college ons als gemeenteraad een terugkoppeling geven over de beantwoording van de eerder gestelde vragen en de resultaten van de te voeren gesprekken met Vitens? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan zal de heer Kosten namens het college reageren. Wethouder Koster, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook de heer Kerkdijk voor de vragen die u gesteld heeft. Terecht verwijst u ook naar de vragen die u reeds eerder over dit onderwerp heeft gesteld. En waarin het college ook antwoorden heeft verstrekt. Een van de antwoorden was inderdaad dat asbest cementhoudende waterleidingen inderdaad geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. U refereert eraan in uw vraagstelling van ja, dat vinden inwoners moeilijk te rijmen. Mede in verband met het gegeven dat asbestgolfplaten voor 2024 van het dak moeten. Ja, meneer Kerkdijk, helaas kan ik u het golf niet geven. Ik kan u alleen terugverwijzen naar wat het college ook in 2017 heeft geantwoord. Namelijk dat er geen enkel gevaar is en dat dat ook ondersteund wordt door diverse wetenschappelijke onderzoeken. Als ik mij nu beperk tot de vragen die u nu heeft gesteld. U vraagt of wij kunnen aangeven welke straat en buurten in de jaren vanaf 2017 waar zich breuken hebben voorgedaan in dit soort waterleidingbuizen. En u geeft eigenlijk in uw vraagstelling ook al aan het antwoord, omdat Vitens vanuit veiligheidsoverweging het inzicht weigert te verschaffen. Ja, het antwoord is eigenlijk dat wij die gevraagde info ook niet beschikbaar hebben. En die worden ook niet aan ons verstrekt door Vitens. We worden ook niet altijd als gemeente geïnformeerd door Vitens als er zich calamiteiten voordoen. Alleen als een van onze taken, bijvoorbeeld als wegbeheerder, in geding is, dan worden we wel geïnformeerd. Ja, uw tweede vraag, of wij bereid zijn, wanneer uit het overzicht, zoals bedoeld in vraag 1, blijkt dat er straten en buurten zijn waar zich regelmatig breuken voordoen, of wij bereid zijn om met Vitens in contact te treden. Nou, zoals gezegd, hebben wij die informatie niet. Vitens onderneemt zelf actie op dit onderwerp. Alleen voor wat betreft eventuele vergunning en dergelijke neemt zij contact met de gemeente op. Overigens moet ik daarbij ook refereren aan hetgeen wat we ook in de vorige beantwoording al hebben gememoreerd. Namelijk dat Vitens jaarlijks voor 60 miljoen investeert in het drinkwaternet. Ja, uw derde vraag. Of wij bereid zijn op voorhand afspraken te maken over de vervanging van de asbesthoudende waterleidingen aan de eerste blokweg en de Schoolstraat. Uiteraard zijn wij bereid met Vitens contact te leggen over beide straten. Dus dat mogen duidelijk zijn. En uw vierde vraag, of wij een terugkoppeling willen geven over de beantwoording van eerder gestelde vragen en de resultaten van de uitvoerende gesprekken met Vitens. Zodra wij meer weten, zullen wij u als raad daarover informeren. En wij verwachten dat het zeker voor de zomerperiode zal zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan misschien even goed om ook de procedure te melden. Eerst krijgt de heer Kerkdijk het woord als hij nog aanvullende vragen voor het college heeft. Dan krijgen de andere raadsleden de mogelijkheid om of aan de heer Kerkdijk of aan het college vragen te stellen. En dan reageert het college op de aan hen gestelde vragen en de heer Kerkdijk eventueel op aan hem gestelde vragen door de raad. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording. Maar we zijn er nog niet content mee. Ik kan ook aangeven waarom. Destijds in 2017 is er aardig wat gedoe geweest over de storingen aan de vierde blokweg. Dat leidde een week later tot de toezegging van Vitens. Wij gaan over tot vervanging. En dat is begin 2018 gebeurd. Ik weet dat aan de Schoolstraat in Vlosop de inwoners ook regelmatig contact hebben opgenomen met Vitens. En wat blijkt, inmiddels is daar een toezegging ontvangen dat het leidingnet daar vervangen wordt. Oftewel, druk van inwoners en druk van de gemeente helpt in dit geval. En eigenlijk zegt u, nou wij doen niks, wij wachten wel af. En nogmaals, ik denk dat dat geen te verkiezen weg is. Vooral ook omdat de gemeente
neem ik aan, en ik wil daar wel graag een goede bevestiging, onkennend of bevestigend op hebben, de gemeente als geen andere weet welke straten en opengebroken worden in verband met storingen. Want dat zijn straten van de gemeente, dus dat weet de gemeente. En als Vitens op voorhand dan niet aan wil geven waar die leidingen zich bevinden, dat klopt, dan is de gemeente in staat om daar wel van bij te houden welke straten het betreft en op basis daarvan Vitens te benaderen en druk bij Vitens uit te oefenen. Want 60 miljoen is een heel bedrag, maar het zou jammer zijn dat van die 60 miljoen te weinig in Twenterand landt. En ik denk dat dat ook een taak van het college is om daar optimaal zich voor in te zetten dat dit ook deze renovaties in Twenterand op korte termijn worden uitgevoerd. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik nog rond naar de raad of er nog aanvullende vragen zijn over dit onderwerp. Zo niet, wethouder, aan u het woord. Er is nog een opmerking gemaakt richting het college. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Het mogen duidelijk zijn dat vanuit het ambtelijk apparaat er met een zekere regelmaat contact is met Vitens over allerhande onderwerpen. En dit is ook een van de onderwerpen. Dat laat onverlet dat Vitens natuurlijk zelf haar keuzes maakt waar zij de leidingen het eerste gaat vervangen. U mag er zeker van zijn dat op momenten wanneer wij als gemeente activiteiten ontplooien met betrekking tot het openbreken van wegen en dergelijke, dat wij daar van tevoren contact opnemen met Vitens om te kijken hoe we het slimste en het goedkoopst mogelijke werkzaamheden samen kunnen laten vallen, zodat het allemaal vlot verloopt. Dus ja, in die zin kan ik er niet meer van zeggen, voorzitter. Dank u wel. Nou, eigenlijk mag dat niet. U heeft één keer de... ik ben daar heel streng. Nee, de heer Kerkdijk, de wethouder heeft heel duidelijk een reactie gegeven op uw vraag. En als u niet tevreden bent, heeft u andere mogelijkheden nog om daarop door te gaan, maar nu niet. Dan ga ik verder met agenda punt 4, vaststelling verslag raadsdebatten van 26 februari 2019. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Zo nee, dan is dit verslag van de raadsdebatten van 26 februari 2019 vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 5, vaststelling besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 5 februari 2019. Ook hier zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt het ook om deze besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is ook al dus besloten. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Voorgesteld wordt dan ook om de procedurevoorstellen over te nemen en de lijst vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is dat al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En de akkoordagenda houdt in dat er niemand over wenst te spreken in een debat in deze raadsvergadering. Ik ga naar agenda punt 7. De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Twenterand 2018. Wenst iemand stemming of een stemverklaring af te leggen? Zo niet, dan is unaniem besloten om deze verordening aan te nemen. Dan ga ik naar agenda punt 8. Bestemmingsplan Frieseveen Lintbebouwing en Centrumgebied Partiële Herziening Verzetstraat. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 9. De archiefverordening gemeente Twenterand 2018. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik vervolgens naar de bespreekagenda. Dat is dan vanaf agenda punt 10. En het eerste punt op de bespreekagenda daar is bestemmingsplan inwoning en harmonisatie woonbegrippen. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Jonker. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben in het raadsdebat gevraagd naar de praktische problemen die dit voorstel weg zou nemen. Nou, concrete voorbeelden kwamen er niet echt.
Maar we hebben wel aandacht gevraagd voor de huisvesting van de arbeidsmigrant. En als je daar verder onderzoek naar doet en je spreekt ondernemers, dan is dat inderdaad nog wel een probleem wat opgepakt moet worden. Dus die vragen die wij in het raadsdebat hebben gesteld, die blijven nog steeds heel erg actueel. Is het nou zo dat er met dit voorstel wat nu voor ligt, dat de arbeidsmigrant uit de woningen wordt gezet, die nu nog her en der in de gemeente Twenteland zijn? Kamerverhuur en bewoning voor tijdelijke arbeidsmigranten zijn nu nog wel toegestaan, maar straks niet meer. U geeft in het voorstel aan dat er wel degelijk sprake is van maatwerk. Maar hoe ziet dat maatwerk dan eruit? Wat is de achterliggende gedachte wat u ziet met maatwerk? En wat mij ook wel interesseert is dat toen dit voorstel gemaakt is, is er ook concreet met de bedrijvenvereniging daarover gesproken. En ik verwacht eigenlijk dus een houding, zeg maar, want ik proef dus gewoon dat de ondernemers dus concreet de vragen hier wel neerleggen, maar dan ja, er geen mogelijkheid is. En ik zou graag daar wel een lans voor willen breken van hoe het dan wel kan. Niet hoe het niet kan, maar hoe dan wel. En daar is dat maatwerk waar ik zo net aan naar verwees. Kijk, ik heb een amendement ook al in overweging genomen, ik heb hem ook al bij me, maar het is best een complex verhaal, omdat heel snel een regel in dit voorstel erbij in te fietsen. Dus ik heb er erg over nagedacht, ik heb er ook contact over gehad. Ik zou graag wel de toezegging willen hebben van het college, dat het college werk gaat maken van een integrale beoordeling. Hoe gaan we om met die arbeidsmigrant in Twenteland? Hoe gaan wij dat oppakken en kunnen wij daar ook een voorstel van krijgen in de raad voor de zomervakantie, ik noem maar wat. Maar ook de toezegging, als dit voorstel wordt aangenomen, zijn er nog steeds knelpunten voor ondernemers die op een goede manier de arbeidsmigrant wil huisvesten, die dat nu niet kunnen. Dat daar met dit voorstel eigenlijk de deur helemaal dicht gaat. En wij willen dan toch graag dat dat dan wel mogelijk zou zijn, maar wel met bepaalde voorwaarden, maar daar biedt dan maatwerk voor. Kijk, een optimale oplossing bestaat er niet. Als je er steeds verder naar gaat zoeken, kom je heel veel informatie tegen. Maar dat er wat moet gebeuren en dat er wat geregeld moet worden, is naar ons inziens wel. Kan de wethouder dat toezeggen en ook het met de bedrijven die dat betreffen of met de ondernemersvereniging daarmee in gesprek te gaan, zodat er een fatsoenlijke regeling ook voor deze mensen komt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jonker. Dan kijk ik de fracties rond of iemand het woord wil voeren nog. Ik heb iedereen gehad. Nee, dan geef ik wethouder Koster het woord om te reageren namens het college. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Het bestemmingsplan inwoning en harmonisatie woonbegrippen heb ik ook in de raadsdebatten aangegeven dat dit tot stand is gekomen vanwege een uitspraak van de Raad van State. Wat is nu het geval? Op dit moment staat in bestemmingsplannen vaak de bestemming wonen. Alleen de definitie van wonen staat er niet expliciet in. Met deze notitie inwoning en harmonisatie woonbegrippen bogen we daar duidelijkheid in te krijgen. Dus er worden een aantal vormen genoemd wat onder wonen zou kunnen vallen. En wonen is bijvoorbeeld een huishouden. Je hebt ook bijzondere woonvormen, bijvoorbeeld jeugdigen die in een bepaalde situatie in een woning bij elkaar wonen, onder begeleiding of wat dan ook. Maar een huishouden wordt dan nader gedefinieerd. En wat is nou een huishouden? Een huishouden is zijn een aantal mensen die min of meer in een bepaald verband samenleven. En dan vraagt u aan mij van, is het zo dat een arbeidsmigrant onder een huishouden valt? Nee, dat is niet het geval. Hoe zou je ze dan moeten huisvesten? Op dit moment, dus voordat we deze notitie gaan aannemen, is het zo dat in elke woning in Twenteland er 2, 3, 5, 6, 10 arbeidsmigranten kunnen gaan wonen. Door dit voorstel aan te nemen, beperken we dat.
En het is zo dat op het moment wanneer, wanneer wij arbeidsmigranten willen huisvesten, nee, laat ik het anders zeggen. Als wij in dit plan gaan opnemen dat arbeidsmigranten met een bepaald maximum onder hun huishouden gaan vallen, dan betekent dat concreet dat in iedere woning in Twenteland daar arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. Dat vinden wij sowieso niet wenselijk. Dan kom ik op uw andere vraag, en dat staat dan eigenlijk los van deze notitie. Dat is namelijk, hoe gaan we om met de huisvesting van arbeidsmigranten? Dat is een reële vraag die niet alleen in deze gemeente speelt, maar ook in de onze omliggende gemeenten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan Almelo, vanmiddag waren we in Ommen speelt het ook. Eigenlijk in het hele land speelt dit vraagstuk. Hoe ga je daar nou mee om? En ik kan u verzekeren dat op dit moment er vanuit Overijssel initiatieven zijn ondernomen om ook in Twentverband daarover na te denken. Hoe kunnen we daar tot een oplossing komen? En dat is een oplossing die ga je niet alleen als overheid bedenken, maar dat doe je inderdaad samen met het bedrijfsleven, met werkgevers, want die zijn daar direct bij betrokken. U vraagt aan mij een toezegging om met een plan te komen. Die toezegging doe ik u niet. Maar ik kan u wel verzekeren dat dit onze volle aandacht heeft. En als het gaat over bedrijven hier in Twenteland, dat wij zien dat er verschillende arbeidsmigranten werkzaam zijn binnen bedrijven in Twenteland. Vanmorgen heb ik nog toevallig een artikel gelezen in de krant van een zeer succesvol iemand die ook als zodanig werkzaam was. En de huisvesting daarvan is een probleem. En graag willen we dat in overleg met werkgevers, maar misschien ook wel met een woningstichting en gemeente, willen we dat probleem oppakken. Op dit moment, als we deze notitie aannemen, hebben we die ruimte dan nog? Jazeker, want we kunnen gewoon binnen de huidige bestemmingsplannen kunnen gewoon een binnenplanse afwijking realiseren. Alleen, daar kunnen we dan voorwaarden aan verbinden. En dat is nou in de essentie waar het ook om gaat. Wil je er 2 in een woning? Wil je er 6 in een woning? Wil je er 10 in een woning? Nou, daarover kun je dan met elkaar in gesprek. En als u zegt van, wat is maatwerk? Dat kan ik u niet zeggen, want dan is het geen maatwerk meer en dat is een algemene regel. Dus maatwerk betekent in mijn beleving dat je gewoon per situatie gaat kijken van wat past in de straat, wat is haalbaar, zijn er vormen van overlast. Ik kan me voorstellen als je een vrijstaande boerderij hebt in het buitengebied dat er misschien wel 10 arbeidsmigranten kunnen zijn. Maar zit je in een kleine woonwijk, in een oude volksbuurt, ik noem maar wat, dan is misschien 2 al te veel. Dus dat is in die zin het maatwerk waar wij voor staan. En duidelijker kan ik het eigenlijk niet zeggen. Dus A, ik doe u geen toezegging, maar B, heeft er ons aandacht? Ja, zeer zeker. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan heeft de heer Jonker nog een vraag aan u. Misschien voorkom ik dan een tweede termijn. Misschien, zeg ik ook, hè. Gaat niet over. Wethouder, de heer Jonker heeft nog een vraag aan u. Zo is dat, de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. Dank voor uw antwoord. Ik ben nog niet helemaal tevreden natuurlijk, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar er zijn op dit moment wel problemen. Ja, er zijn op dit moment ondernemers in onze gemeente die op een fatsoenlijke manier de arbeidsmigrant willen huisvesten, maar die dat niet kunnen omdat er geen woningen zijn of dat het niet mag. En met dit voorstel wordt die deur helemaal dichtgedaan. Want er is dan wel maatwerk, maar we kunnen dus niet aangeven wat maatwerk in precies inhoudt. Maar wel een richtinggevende lijn van denk met het bedrijf mee of met de ondernemers mee. En ik snap overal wel van dat op boerderij op het platteland dat daar meer mogelijkheden zijn dan daar een heel rijtje straatjes op. Dat daar allemaal in de wijk arbeidsmigranten komen te wonen. Daar zijn we het wel over eens. Maar er is nu geen duidelijkheid over wat de ondernemer dan wel kan en wat Twenteland voor ogen heeft. En dan vind ik het jammer dat het wel uw aandacht heeft, maar dat u geen toezegging doet om met een voorstel te komen over die migrantenhuisvesting. Want waarom doet u die toezegging niet? Komt u dan niet met een plan? Hoe moet ik dat dan lezen dat u geen toezegging wil doen om dat netjes te regelen? Dat vind ik heel vreemd, voorzitter. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik het antwoord al gegeven, omdat het maatwerk is. En dat kun je niet vatten in een algemene beleidsregel. Dus het is maatwerk. En kijk, zo nu en dan
laat ik het anders zeggen. Het is niet zo dat er binnen de gemeente werkgevers op de stoep staan en zeggen van wij hebben daarin een probleem. Wij erkennen het probleem, wij zien het. Wij zien het ook bij omliggende gemeenten en het heeft onze aandacht. En wij zijn er druk mee doende om ook te kijken van hoe gaan we daarmee om. Maar een algemene beleidslijn, dat zit er vooralsnog niet in. Ik zie dat ook niet als noodzakelijk, omdat het voor mij elk geval op zich staat en voor elk geval maatwerk op zijn plek is. En nogmaals, op het moment als je dit zou opnemen in de regeling zoals die nu voor ligt, dan zet je de deur open voor alle mogelijkheden. He? Als je zegt van, nou stel een huishouden is ook maximaal 4 arbeidsmigranten, dan kan dat dus in elke woning. En dat beogen wij dus juist niet. Wij willen gewoon echt maatwerk. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag. En dat is dan ter voorkoming van de tweede termijn? Ja, ter voorkoming van de tweede termijn. Oké, wethouder, nog een vraag aan u. Ter voorkoming van de tweede termijn van de heer Jonker. En ook van het college natuurlijk. Mits de andere raadsleden geen vragen hebben. Ja, de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het blijft een open eind. Het heeft de aandacht, maar u komt niet met een plan. U gaat niet de raad informeren, u neemt ons niet mee met wat u voor ogen heeft. En op dit moment gaat de deur dicht en de ondernemers staan daarbij in de kou. En die hebben wel degelijk vragen, die komen niet direct hier bij het college op de stoep, maar wel bij het loket waar eventueel navraag gedaan van mogen wij daar 4 of 5 of weet ik veel wat arbeidsmigranten plaatsen. Die gaan stuk voor stuk gaat het gewoon de deur dicht. En maatwerk is heel mooi, maar als er niet een soort met toelichting is dat het probleem niet wordt aangepakt, dan blijft de deur dicht. Zo zie ik het en ik zou zo graag zien. En ik weet ook wel, je kunt het heel moeilijk vatten onder voorwaarden, daar zijn we het helemaal mee eens, om uitwassing te voorkomen. Maar ik vind het wel jammer dat het college dus niet de vrijmoedigheid heeft om de raad mee te nemen of op korte termijn of met een half jaar toch met een soort raadsbrief te komen waar waar de denklijn wordt uitgericht. En dat vind ik gewoon een gemiste kans. Je geeft zelf aan, het probleem is heel erg groot en het probleem wordt steeds groter, want we hebben die mensen alleen maar nodig. Dank u wel. Wethouder, aan u het woord en heeft de heer Veldmeijer ook een vraag aan u. Wethouder, voorzitter, ik vind het bijzonder jammer dat de heer Jonker het interpreteert als ware dat wij de deur dichtgooien, want dat is geenszins het geval. Ik heb u medegedeeld, wij herkennen het probleem en ik nodig ook van harte ondernemers in Twenteland die te doen hebben en daar problemen mee ondervinden om zich te melden bij de gemeente, zodat we samen kunnen gaan zoeken naar een goede oplossing. En dat is wat mij betreft het maatwerk waar ik zojuist op doelde. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, nog een vraag aan u, wethouder. Nee, ik heb een vraag aan mijn collega van SGP. Oh ja, dat is een beetje lastig dan, hè? Ja, dat is lastig als je maar één microfoon hebt. De heer Veldmeijer, aan u het woord om een vraag te stellen aan de heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou graag van mijn collega willen weten, voorzitter, wat hij eigenlijk graag zou willen. Wat is zijn oplossing? En kan hij mij ook uitleggen waarom wij die arbeidsmigranten allemaal nodig hebben? Heer Jonker, aan u het woord. Nou, de werknemers die zijn nodig doordat het bedrijf dat er vraag naar is. Daar kan ik dus helemaal niks aan doen. Je ziet alleen dat er problemen zijn. Hè? En is dat gewenst? Dan kun je afvragen wat je er ook van vindt. Maar als je verdiept in de materie, als je de stukken leest, dan zie je heel veel feiten en cijfers wordt hier om de oren geslagen. En dat die arbeidsmigranten elke Nederlander €300 oplevert op dit moment. In 2016 is er onderzoek naar gedaan. Waren ze eerst in de landbouwsector, maar het breidt zich steeds verder uit. Dus dat is een ontwikkeling die wij als politiek niks meer kunnen, maar het gebeurt gewoon. Kijk, en waarom die mensen hier nodig zijn? Ja, bij gebrek aan arbeiders hier. Dus, okay. En dat is een kans voor de ondernemers, dat vrij verkeer van personen in de EU. En wat ik graag wil, is wel maatwerk, maar maatwerk wordt niet uitgelegd.
in dit verhaal, want bij maatwerk, ik moet oppassen wat ik zeg, want ik wil natuurlijk helemaal heel negatief overkomen, dan kun je ook uitleggen als willekeur van, maar wat wil je nou eigenlijk? Maar de wethouder heeft net duidelijk aangegeven dat hij in gesprek wil gaan met ondernemers, en dat is wat mij betreft winst, om met oplossingen te komen. En van mij betreft is in de woonwijk 4 in een huis is voldoende, niet 10, maar het kan op een boerderij anders zijn. Dank u wel. Goed, ik sluit even in. Ga geen discussie over noodzaak van arbeidsmigranten aan, want het gaat hier over inwonen in harmonisatie woonbegrippen. En dan gaan we niet het hele debat heel breed maken. Ik kijk nu rond of iemand in tweede termijn nog vragen heeft. Zo niet, dan rond ik de bespreking af en geef ik het voorstel in stemming. Het gaat om het bestemmingsplan inwonen in harmonisatie woonbegrippen. Wil iemand een stemverklaring? De heer Jonker wil een stemverklaring. Aan u het woord, meneer Jonker. Ja, moet wel pasje. Ja. Dank u wel, voorzitter. Stemverklaring is dat ik tegen dit voorstel stem. Ik wil eerst de problemen opgelost zien en ook de gesprekken met de ondernemers. En daar is nog niet helemaal duidelijkheid over, maar ik zie wel dat het college daar stappen in toe zet. Maar vooralsnog stem ik dus nu tegen. Stemverklaring is altijd één zin, want anders gaan we weer een herhaling van de woorden. Nog verder een stemverklaring. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zullen voorstemmen, alleen wel met de opmerking dat wij niet geloven in die arbeidsmigrantenhoos. 1,2 miljoen inactieven hebben we. We hebben inmiddels 80.000 westerse migranten in de bijstand. Eén zin, nee, dus meneer. Vandaar. Dat mij één zin. Ik heb net even aangegeven, stemverklaring, of voor of tegen. En je geeft heel duidelijk aan waarom. Omdat men iets anders verwacht. Ik geef het voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? Dat is de fractie van het GPT. Partij van de Arbeid, GroenLinks, PVV, CDA, ChristenUnie. Wie is tegen dit voorstel? De SGP. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar het volgende voorstel. Beleidsregels erfentransitie gemeente Twenterand 2019. En ik geef als eerste het woord aan de heer Huisjes van de ChristenUnie. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Bedankt. Leden van de raad. Voor ons ligt de nota beleidsregels erfentransitie gemeente Twenterand 2019. Een prima plan, maar volgens de ChristenUnie kennen er nog wel de puntjes op de i. Daarom hebben we een amendement ingediend. De ChristenUnie is van mening dat... Wacht even, meneer Huisjes, u gaat nog een amendement indienen. Nee, voor de puntjes op de i, want ja, er is nog niets ingediend. En zo gauw een amendement ingediend wordt, maakt het deel uit van de beraadslagingen. We gaan hem indienen, ja. Ik moet even kijken, want u bent niet in beeld. Dus ik moet even kijken hoe dat kan. Want het is nog steeds de heer Jonker en de heer Veldmeijer, terwijl uw naam er staat. Zo, ja. Wordt er even heel hard gewerkt. Ja, het is... Hier Huisjes niet. Nou, de heer Huisjes, ik zou zeggen van vervolg uw betoog. We hebben wel uw naam in beeld. Ja, het gaat steeds beter aan de andere kant op. Ja. En dan nog met het hoofd erboven. Ho, ho. En nog omhoog. Ja. Die Huisjes, vervolg uw betoog. De heer Huisjes, aan u het woord. De ChristenUnie is van mening dat deze nota nog niet helemaal aansluit bij het toekomstbeeld dat we hebben van onze mooie plattelandsgemeente. Juist in onze gemeente moeten we toch het doel hebben om het platteland levend te houden. In deze nota wordt er alles aan gedaan om de verpaupering op te ruimen. Maar mensen die niet alles willen opruimen, maar juist willen vernieuwen of willen ondernemen, wordt ernstig tekort gedaan. En ik zal u aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat ik bedoel. Voorbeeld 1. De familie Jan Kluijsen woont aan de landweg in Twenterand in een leuke vrijstaande woning met daarbij de volgende bijgebouwen. Een goed uitziende stenen garage voor twee auto's, 90 vierkante meter.
een oud stenen schuurtje met asbestdak waarin 5 ezels gehuisvest worden, 80 vierkante meter. Een nette damwand wagenloos voor de opslag van een tuintrekkertje, hooischutter, hark. En daarnaast dient deze opslag van hooi, stro en ander voer 110 vierkante meter. En als laatste een vooroorlogs houten kippenhok met damwanddak waarin 's winters 10 schapen gehuisvest worden, 30 vierkante meter. In de komende jaren moet er asbest worden verwijderd. Dit is voor de familie een mooi moment om ook het oude kippenhok te slopen. Hun wens is om schuur 2 en 4 volledig te gaan slopen en daarvoor in de plaats 1 nieuwe schuur te zetten waarin zowel de ezels als de schapen gehuisvest kunnen worden. Er wordt dan 110 vierkante meter gesloopt en volgens de conceptbeleidsnota mag er maar 50 meter terug worden gebouwd. Maar men wil echter die 110 vierkante meter weer. Deze locatie is geen voormalig agrarisch bouwperceel. Het lijkt misschien wel zo en het zal misschien net na de oorlog ook wel zo zijn geweest, maar de huidige bewoners kunnen dat niet aantonen met verleende vergunningen zoals de nota vereist. Nu klopt Jan Klaassen bij de gemeente aan om het stenen schuurtje met asbest en een schapenhok te slopen en 1 schuur weer terug te bouwen waarin hij de dieren onder 1 dak kan houden. Hij krijgt als antwoord: nee, helaas meneer, als u die 2 schuurtjes sloopt mag u maar 50 meter terugbouwen. Weet u wat Jan Klaassen dan denkt? Ja, doei, dan ga ik wel renoveren in 2 fases. Dit jaar alles behalve de voormuur en volgend jaar de voormuur. Hij heeft dan 2 nieuwe schuurtjes. Hij blijft nog jarenlang mopperen op de gemeente omdat hij niet alles onder 1 dak heeft. Daarnaast kent deze nota ook regels voor de zogenaamde FAPs. Locaties waar kleinschalige recreatieve activiteiten worden gestimuleerd. Te denken valt aan kinderboerderij of zorgboerderij, dagopvang voor kinderen of juist ouderen, speeltuin of binnensportactiviteiten. Kortom, dit zijn de mensen die juist ons platteland vitaal houden. Die zorgen dat het niet vergrijst en leeg loopt. Ook deze mensen wordt tekort gedaan in deze nota. Dat probeer ik wederom met een voorbeeld duidelijk te maken. Ik verzoek u wel wat kort te zijn, want de voorbeelden hoeven niet heel uitgebreid. Verzoek ik u. Katrientje woont op een melkveebedrijf met boerderijcamping. En sinds er alleen voor staat, zijn de koeien weg agrarische bestemming eraf gehaald. De voormalige lichtboxenstal van 730 vierkante meter staat ten dienste van de camping. Hierin staan skelters, fietsen, tafeltennistafels en andere recreatieve attributen. Bij de woning staat een dubbele garage van 50 vierkante meter en op de camping staat een toiletgebouw van 60 vierkante meter en een dierenverblijf van 20 vierkante meter. De camping draait goed, alleen het toiletgebouw is aan vervanging toe en zou eigenlijk iets centraler op de camping moeten komen te staan. Dus gaat Katrientje bij de gemeente vragen of dit mogelijk is. Helaas kan dit niet, want op dit voormalige agrarisch bouwperceel mag met invulling, zoals bedoeld in hoofdstuk 4, teruggebouwd worden tot 750 vierkante meter. U mag natuurlijk wel het slopen en bijvoorbeeld in het voormalige stal een inwendig toiletgebouw realiseren. En Katrientje denkt: ja, doei, dan ga ik wel renoveren in 2 fases. En als je later de campinggasten vragen waarom er een kleurverschil zit tussen de voormuur en de rest van het gebouw, en waarom het nieuwe gebouw niet wat centraler op de camping staat, antwoordt Katrientje. Dat antwoord ga ik niet herhalen, maar u kunt zich voorstellen dat Katrientje geen lovende woorden over de gemeente Twente aanspreekt. Dit zijn mensen die niet voor niets op het platteland wonen. Die hechten aan de ruimte die ook het platteland leefbaar houden. De ChristenUnie wil niet dat deze mensen dat wordt afgepakt, terwijl ze juist willen vernieuwen. En ik hoor in mijn netwerk dat juist dit soort regeltjes mensen ervan weerhoudt om te gaan bouwen. En daarom dient de ChristenUnie dit argument in. En die zal ik u voorlezen. Lees het besluit maar voor wat u veranderd wil zien. Het lijkt me wel zo handig. In punt 3, de nood- en beleidsregels erfentransitie gemeente Twente-Rand vast te stellen met de volgende toevoeging bij punt 3.3.1c. Indien de huidige bijgebouwen meer dan 250 meter bedragen, nog minder dan 1500 meter, mag men bij sloop dezelfde meters herbouwen dan men had. Deze wordt ingediend bij de Griffie en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ja.
volg uw betoog. Was u klaar? Ja. Oké. Okay. Dan kijk ik de raad rond. Ik ga verder bij het CDA. De heer Veldmeijer heeft nog een vraag aan u, de heer Huisjes. De heer Veldmeijer heeft eerst nog een vraag. Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even ter verduidelijking. Het probleem van mijn collega van ChristenUnie was toch dat die mensen minder terugkregen. Ze wilden meer dan ze mochten, toch? Dat was het probleem. Maar als u leest zojuist het besluit op, en daar maak ik niet uit op dat dat uw wens is. Of ik heb het verkeerd verstaan. Dat ze hetzelfde terug mogen bouwen. En als... meneer Huisjes, wel via de voorzitter. Aan u het woord, voorzitter. Meneer Huisjes. Dat mensen hetzelfde terug mogen bouwen dan ze nu op dit moment ook hebben. Dus niks extra's, maar gewoon datgene wat ze hebben, dat ze dat ook weer aan dezelfde vierkante meters terug mogen bouwen. Dat is de doelstelling van dit amendement. Okay, dank u wel. Dan kijk ik naar het CDA. De SGP. U wilt het woord, meneer... meneer Jonker. Aan u het woord. Ja, was ik zo. Nee, de heer Jonker eerst. Excuus, meneer Jonker. Ziet u wel, ik heb uw hulp gewoon nodig. Dat had ik al voorspeld. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst het college met de medewerkers danken voor de beantwoording van onze vragen. Er ligt met deze beleidsnota een mooie stap de goede richting. Maar het kan beter. En dat exact in lijn met de opdracht die het college unaniem van de raad gekregen heeft. Maar dan moeten we wel met elkaar de kans op nu pakken. U wilt een voorbeeld. Afgelopen week sprak mij nog iemand aan. Eigenaar van een schuur in de bebouwde kom. Heeft een schuurtje staan van 200 vierkante meter, vieze asbestplaten erop, wil dat vervangen, wil verduurzamen, wil het mooier maken met een dakpanmotief. Mag niet, hij mag maar 50 vierkante meter terugbrengen. En we kunnen het lezen en we lezen het nog een keer. Het is, ja, ik vind het vrij lastig om te lezen, maar volgens mij is het wel voorgelegd aan taalpunt, want daar is ook eigenlijk een motie over aangenomen. Maar het blijft lastig, deze materie. Ergernis alom, want die man die blijft gewoon met het gevoel zitten, het wordt gewoon afgepakt. En wij willen juist dat er gewoon de kwaliteit van de bebouwing op vooruit gaat. En zeker een stap kunnen maken met asbestverwijdering. Zeker als het ook tijdelijk is. Wat ze nu nog hebben, mogen ze dus tot 2024 op 2025 om meepaard gewoon terugzetten. Dan krijg je dus een hele versnelling. En wat is eigenlijk het probleem? Wij laten gewoon de situatie zoals het is, alleen het wordt beter en mooier. En het voorkomt heel veel ergernissen, ook hier intern. De ambtenaren hebben er ook minder werk mee, want ze kunnen elke keer met die burger in discussie die het niet begrijpt, van ja, ik heb dit staan, maar de rest wordt me afgepakt. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. En we hebben natuurlijk een kruimelregeling, daar wordt ook naar verwezen. Die is notabene 8 maart afgelopen vrijdag in werking getreden. Ja, lees maar door. Het is een moeilijk verhaal. Maar die kruimelregeling, ja, daar wordt nu naar verwezen, maar het is de raad niet gepasseerd, hoeft ook niet, want het is een collegebevoegdheid. En wat betekent nu concreet dan ook maatwerk, want ja goed, we hebben veel meer afwijkingsmogelijkheden, maar feit is, het barst van de schuurtjes hier, vooral ook in Vriezenveen, die te groot zijn, maar dan mogen ze niet terugbrengen. Mogen ze niet, hoor. Het wordt gewoon afgepakt. En ja, je kunt natuurlijk wel sloopmeters komen, maar dat doet natuurlijk niemand. Dat wordt het allemaal veel te duur van. Dus, de plannen gaan weer de ijskast in. En dat is niet stimulerend. En dit zou juist een kans zijn dat we die handschoen oppakken. En daartoe dien ik dan ook met een simpele toevoeging een amendement in. Want mijn collega van de ChristenUnie die had het net over de buitenbebouwde kom. Maar in feite is die strekking exact hetzelfde. Dus ik zal alleen het besluit voorlezen, voorzitter, om de toelichting, die kan straks iedereen keurig netjes lezen. Dank u. Nota beleidsregels erventransitie Twenterand. Het besluit, het door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde besluit als volgt te wijzigen in de beleidsregels erventransitie gemeente Twenterand 2019 aan artikel 3.2.1 toe te voegen, alleen maar ietsjes toe te voegen, punt D. In het kader van het verwijderen van asbest mogen de huidige aantal vierkante meter bouwing na sloop herbouwd worden. Dat is eigenlijk wat we vragen en dat voorkomt dus heel veel ergernis.
En de gemeente wordt er een stuk beter van. Dank u wel. Dan is dit amendement A2. Want we beginnen in 2019 weer met de nieuwe telling van de amendementen. Het vorige amendement was A1. En ik begreep dat amendement van de ChristenUnie ook mede ingediend is door de fractie van de SGP. Ja, dat lijkt me altijd handig dat u dat wel onder woorden brengt tijdens uw inbreng. En dan wordt het amendement 2 ook mede ingediend door het CDA en heeft ook ondertekend. En mede ingediend door de ChristenUnie. Ja, dat hoeft u voorzitter allemaal niet te verwoorden. Doe het wel, zodat iedereen ook precies weet welk amendement door wie mede is ingediend. Dan ga ik eerst verder met de heer Veldmeijer. Wilt u ook het woord? Ja, nee? De heer, dan kijk ik naar de fractie van Gemeentebelang Twenterand, de heer Laarman, het woord. En dan het CDA als ze het willen. Anders vergeet ik u weer. Ja, dat kan niet. De heer Laarman, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, de GPT-fractie vindt de erfentransitie welke nu voorligt eigenlijk een best goed, voor een goede stimulans zorgt om schuren met of zonder asbest in het buitengebied als in de kernen te saneren. De compensatiemogelijkheden zijn een nieuwe woning, uitbreiding van een woning, het bouwen of uitbreiden van een bijgebouw bij een woning of de omzetting van een inwoonsituatie. De mogelijkheid voor ergebruik voor agrarische gebouwen wordt ruimer, doordat activiteiten die qua aard en uitstraling op in lijn stellen zijn met de huidige mogelijkheden van het bestemmingsplan buitengebied, welke worden toegestaan. De herbouwmogelijkheden van gesloopte schuren bij je woning zijn bebouwde kom ruimer dan in het buitengebied, waar een maximum geldt van 250. Nou, en een aantal fracties, heb ik zoals nu gehoord, vinden dat aan de krappe kant, gezien de abonnementen die ze dus hebben ingediend. En misschien is dat wel zo. Maar voor deze uitzonderlijke situaties is ook maatwerk mogelijk. Planologische kruimelgevallen. Zoals aangetoond kan worden als er sprake is van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en voldaan kan worden aan de milieuvoorwaarden, dan liggen hier ook mogelijkheden. Wij vinden het college en de ambtelijke organisatie dan ook nadrukkelijk naar maatwerk moeten kijken om samen met de inwoners tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te kunnen komen. En wij vinden dat er met deze nota nog een tal van mogelijkheden zijn om verpaupering tegen te gaan en ons platteland aantrekkelijk, leefbaar en vitaal te houden, waarbij een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Vooralsnog zullen wij de amendementen die op dit moment zijn ingediend, en deze zijn al vooraf verstrekt, dus ik heb ze al ingezien, eigenlijk niet steunen. Ten aanzien van de inbreng van dank u wel, meneer Laarman. De heer Jonker heeft een vraag aan u. Ja. Daarom geef ik ook de indieners altijd als eerste het woord. En dan maakt het onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Jonker, aan u. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Laarman aan mooie woorden zeggen, maar uiteindelijk geen steun uitspreken. Maar het gaat in feite dat burgers hier al aan het loket komen, tal op tal, en gewoon niet mogen terugbouwen wat ze nu hebben. Geen uitbreiding, ze hebben wat, willen het mooi maken, asbest eraf, ze willen verduurzamen. Wat is daarop tegen? Ik begrijp er gewoon niks van. Kijk, en de burger dus ook niet, die wordt boos. En vervolgens gaan ze allemaal capriolen uithalen, moeten perceelsgrenzen verlegd worden, om maar een mogelijkheid te doen. En ja, het is maatwerk, maar het maatwerk is ja, eigenlijk bijna willekeur, want ik hoor gewoon heel veel geluim dat het gewoon dat ze teruggestuurd worden van aannemers die plannetjes indienen van bezorgde burgers. Maakt u het kort, meneer Jonker, u hoeft niet nog een keer uw alles te herhalen. U heeft een vraag, aan de heer Laarman. Meneer Jonker, u heeft een vraag aan de heer Laarman. Die stelt u, daarvoor krijgt u van mij de gelegenheid. Meneer Jonker, stel uw vraag. Ik stel de vraag. Daar kan de heer Laarman toch niets op tegen hebben om de mensen wat af te pakken. Wat ze nu al hebben. Heer Laarman krijgt meneer, het woord. Meneer Jonker, in de beantwoording heb ik gelezen. U heeft vragen gesteld. En u heeft ook vooraf zijn de vragen gesteld. En de wethouder heeft daar ook antwoorden op gegeven. Wij lezen in die antwoorden dat u spreekt met name over de binnenbebouwde kom. Dat er juist meer mogelijkheden liggen dan buitenbebouwde kom.
En dat er juist eigenlijk wel heel veel mogelijkheden liggen. En dat er eigenlijk praktisch niet zoveel grote schuren zijn waarvan herbouw niet mogelijk is. Zo lees ik in de antwoorden en daar zijn we het mee. En als dat zo is, dan zijn we het daarmee eens. Dus u vraagt de wet, vraagt de wethouder daar natuurlijk ook nog eens naar. Maar in onze optiek is dat goed geregeld. Oké, dank u wel. Meneer Jonker, ja, u kunt het niet met de heer Laman eens zijn, de heer Laman niet met u. Op een bepaald moment, dan moet je dat ook accepteren. De heer Laman, voorzitter, ik had nog een kleine. Ik was bijna klaar om mijn bijdrage. Alleen de heer Kleine Deeters heeft ook een inbreng gedaan over oude streek-eigen boerderijen. En die vraagt eigenlijk een extra stimulans. Om de mogelijkheid om die extra oude boerderijen te behouden. Op zichzelf is dat wel, vinden wij dat ook een prima zaak natuurlijk, maar wij zien eigenlijk ook in deze transitie wel de mogelijkheid. De mogelijkheden zijn er wel om deze bedrijven te behouden, alleen soms kost dat wat extra sloopmeters. Maar een woonhuis die al is afgewaardeerd naar schuur en weer wilt opgewaardeerd worden. In principe is dat best mogelijk. En een extra stimulans vinden wij op dit moment niet noodzakelijk. Dank u wel. Dan kijk ik naar het CDA. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk zijn wij als CDA-fractie het wel eens met de opvattingen die door wat collega's al zijn neergezet. Het is een invulling, dit voorstel, naar aanleiding van de motie Schuur voor Schuur van juli 2017... En eigenlijk is wat hier voor ligt niet geheel in lijn met die motie. Maar we zullen het ermee moeten doen. Nog wel een paar opmerkingen die ook in het debat gemaakt zijn. Wij vinden ook de uitwerking te complex. Drie categorieën met drie kaders. En dan ook nog binnen de bebouwde kom behandelen als kruimelgeval. En ik hoorde net van de heer Jonker dat de regeling kruimelgevallen deze week is vastgesteld. Dat zegt al wat. En dan lukt het niet, dan wordt het maatwerk. Ja, en dan denk ik, de heer Jonker refereerde er ook al aan, als we misschien over een jaar eens terugkijken, is het niet geheel ondenkbaar dat er sprake is van ambtelijke willekeur. En als dat zo is, zullen we daar in deze raad ook op terugkomen. Daar zullen we niet voor opzij gaan. Want als er iets is wat we niet willen, is het dat. Wij zijn daar ook in de vorige coalitieperiode regelmatig op aangevallen, dat wij de veroorzaker waren. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat. En nogmaals, het is werkverschaffing voor ruimtelijke ordening en vergunningen. Ik vind het heel jammer. Ik heb de vorige keer ook gezegd, in Tubbergen en Dinkeland wordt dit met twee pagina's verordening gedaan. En we hebben er 20. Nou, zeg het maar. Overigens, ook eens met de inbreng van de collega's, dat de koppeling met asbestverwijdering te beperkt is. Daarom direct een reactie op de ingediende amendementen. Wat betreft het amendement van de ChristenUnie, geen referentie met verwijdering van asbest en alleen betrekking op 331, uitbreiding bijgebouwen bij woningen. Dat vinden wij te beperkt. En zoals we even aangegeven door de heer Jonker, dat amendement van de SGP, dienen we mede in. Een prima stimulans voor het verwijderen van asbest. Een simpele benadering. Geldt wat ons betreft voor de gehele gemeente binnen en buiten de bebouwde kom. Alleen jammer om op voorhand te horen dat GBT niet meedoet. En dat zegt voldoende. Tot zover. Dank u wel. Ieder gaat over zijn eigen inbreng. Laat ik dat maar even helder aangeven. Ik kijk naar wethouder Koster. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel ook voor de inbreng van de diverse raadsfracties. Het spitst zich toch toe op het al dan niet kunnen terugbouwen één op één. Het ene amendement en de bijdrage van de heer Huisjes spitsen zich met name toe in het buitengebied. In de voorbeelden die hij geeft, wordt niet helemaal duidelijk of het nu een woning is dan wel een bedrijf. Want het tweede voorbeeld waar hij spreekt over een boerderijcamping. Een boerderijcamping is als zodanig bestemd. Dus dat betekent als je daar wat gaat afbreken, dat je gewoon één op één terug kunt bouwen. Er is dus geen probleem. Als je het hebt over een aantal schuren, dan noemt de heer Huisjes ook een voorbeeld en zegt, een oud stenen schuurtje met asbest, let wel asbestdak, van 80 vierkante meter. Als hij die gaat afbreken, mag hij één op één terugbouwen. En dan zegt hij, dan wil hij ook nog een kippenhok van 30 vierkante meter. Dan mag hij de helft van terugbouwen. Dus uiteindelijk van de 110 vierkante meter die hij afbreekt, mag hij 95 meter terugbouwen. Als je het hebt over een woning,
Heel bewust is in deze notitie gesteld dat 250 vierkante meter het maximum is. Waarom? Om ook de verhouding tussen hoofdgebouw en bijgebouw in het buitengebied, om dat enigszins acceptabel te maken. En als je het maximum van 250 vierkante meter doet, dan is er duidelijk sprake van een balans tussen hoofdgebouw en bijgebouw. Een groter bijgebouw tast de ruimtelijke kwaliteit aan. En ruimtelijke kwaliteit is meer dan alleen het vervangen van een verpauperde schuur en daar een nieuwe schuur voor neerzetten. Het moet passen in het totale beeld. Wij denken dat een bijgebouw van 250 vierkante meter bij een woning in het buitengebied voldoende mogelijkheden biedt voor de woonfunctie. Daar gaat het uiteindelijk om. En een groter bijgebouw kan alleen maar ongewenste activiteiten in de hand werken en overlast veroorzaken. Een groter bijgebouw kan ook ongewenste activiteiten in de hand werken en daardoor zelfs een bedreiging vormen voor bestaande bedrijven. En daarnaast, en tot slot, en zeker niet onbelangrijk, ook bij het tot stand komen van deze notitie, hebben we ook een participatiebijeenkomst gehouden waarin 61% van de aanwezigen van mening was dat een bijgebouw van maximaal 250 vierkante meter bij een woning groot genoeg is. En ik denk, voorzitter, dat we ervoor moeten waken om individuele gevallen leidend te laten zijn voor algemeen beleid wat we hier in deze raad vaststellen. Het blijft algemeen beleid, waarbij het natuurlijk belangrijk is dat we bewoners raadplegen en door middel van die participatiebijeenkomst hebben we dat ook gedaan. En als dan 61% van de aanwezigen zegt dat 250 vierkante meter voldoende is bij een woning, wie ben ik dan als portefeuillehouder om daaraan te twijfelen? Dan veronderstel ik dat dit een prima regeling is. En nogmaals... Ja, nou stop ik eventjes. De heer Huisjes heeft de vragen nu. Dank voor u. De heer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Die 250 meter, wat u zegt, dat klopt. Als mensen dat bij willen bouwen, is tot 250 meter genoeg. Ben ik met u eens. Maar mijn vraag, betrekking op mensen die nu al iets meer hebben, ook als ze dat gaan slopen, dan kunnen ze dat niet weer terugbouwen. Als ze een woning in het buitengebied hebben. Daarvoor ziet deze regeling niet in. Wethouder, aan u het woord, want u heeft u net ook aangegeven hoe u daarin stond. Ja, voorzitter, ik kan er niet meer van maken dan wat ik zojuist heb gezegd. Dank u wel. Was u klaar met uw betoog, wethouder? Ja. Oké. Okay. De heer Veldmeijer, wethouder, heeft nog een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan vraag ik het toch ook voor mijn collega van de ChristenUnie. Ik zou toch graag antwoord van u willen hebben op de vraag van mijn collega via u, voorzitter. Ik heb het gevoel, maar misschien kan de portefeuillehouder het laatste gedeelte van wat hij net betoogd heeft nog een keer herhalen, wat hij daar gezegd heeft. Nou, ik heb gezegd aan u het woord, wethouder. Ik heb gezegd dat 250 meter, en dat heb ik een aantal keren, en volgens mij heeft iedere raadsfractie die beantwoording ook gehad, dat het gaat over balans tussen hoofdgebouw en bijgebouw bij een woning. En dat dat in onze beleving ook voldoende mogelijkheden biedt bij de woonfunctie. Het kan ongewenste activiteiten opleveren wanneer je het groot hebt. Het kan ook ongewenste activiteiten in hand werken waardoor bestaande bedrijvigheid bedreigd worden. En tot slot, en zeker niet onbelangrijk, is dat bij de totstandkoming van deze notitie er ook een participatiebijeenkomst is geweest waarin 61% van de aanwezigen van mening was dat 250 vierkante meter voldoende was als bijgebouw bij een woning. Veldmeijer heeft een aanvullende vraag. Nou, het is geen antwoord op de vraag, voorzitter. De vraag van mijn collega was volgens mij, stel dat die mensen hebben een schuur van 350 vierkante meter. Kunnen ze dan eentje terugbouwen van 350 vierkante meter? Nee, de maximum is 250 meter. Dat heb ik u, dacht ik, duidelijk gezegd. De heer Huisjes heeft nog een aanvullende vraag. De heer Huisjes, aan u het woord. Dus u zegt, als ik mijn voorbeeld neem van Jan Klaassen en daar brandt de garage af, dan is hij die meters kwijt en mag hij die niet meer terugbouwen. Dat begrijp ik uit uw verhaal. Kunt u dat even herhalen? U hebt mijn voorbeeld gehad in de beantwoording. Voorbeeld 1 over Jan Klaassen.
Stel, hij krijgt brand in de autogarage en die brandt tot de grond toe af. Op dat moment mag hij hem niet herbouwen, want hij kan dan maar tot 250 meter. En dat heeft hij al bijna met die andere gebouwen. Terwijl hij het nu heeft hij het wel. En wij zouden graag zien dat hij dan in zo'n geval zijn garage weer gewoon terug mag bouwen. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, de regeling is duidelijk. 250 is de max. Dat is het antwoord. Ja. U kunt niet tevreden zijn met het antwoord. Ik kan nog een keer herhalen, maar dan blijven we aan het herhalen. En dat is denk ik niet verstandig. Dat zijn de zaken. De heer Jonker heeft nog een vraag aan de wethouder. Ja. Nee. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ik had nog een aanvullende vraag aan u, wethouder. Ja, ik moet er even blijven staan, wethouder. De heer Jonker, aan u het woord. Dank voor de beantwoording. Het abonnement, zoals die net ingediend wordt, die wordt al zo'n beetje afgeschoten. Maar de argumentatie die u geeft is, we zijn bang voor verkeerde activiteiten. We zijn bang dat er verkeerde dingen gaan gebeuren en dat een bedreiging is voor de andere dingen. Daar hoef je niet zo'n erg een transitieregeling voor op te zetten. Daar hebben we handhaving voor. Kijk, dat vind ik echt een foutief argument. En de opdracht van de raad aan het college is, en ik heb het klip en klaar, al die punten, ik ga ze niet opnoemen, voorzitter, maar die staan er allemaal. Ruimtelijke kwaliteit, et cetera, et cetera. Dit amendement voldoet aan... Wat is uw vraag? Ja, ik kom aan mijn vraag. Voldoet aan de motie. Of zijn er juridisch problemen? Ik snap het niet. En we moeten het eenvoudig houden. Wat de mensen nu hebben, kunnen ze niet terugplaatsen. Wordt gewoon afgepakt. Oké. Aan de wethouder om... Ja, voorzitter. Ik ben net niet volledig geweest. Dus ik wil even een aantal dingen even rechtzetten. Misschien eventjes, dan geef ik eerst de wethouder het woord en dan aan het eind... Kunt u nog eventueel aanvullende vragen, de heer Kerkdijk ook? Het gaat over binnenbebouwde kom, buitenbebouwde kom. Ik heb net beantwoord buitenbebouwde kom. Ik heb aangegeven, en dat wil ik even herstellen, dat als je een schuur afbreekt, asbest houden, dat je één op één mag terugbouwen. Dat is correct in zijn algemeenheid. Maar je komt tot een maximum van 250 vierkante meter aan bijgebouwen. Dus dat betekent dat in het voorbeeld dat de heer Huisjes heeft gegeven, dat het inderdaad correct is zoals hij zegt, die 5 van vierkante meter kan hij terugbouwen. Ongeacht, als hij alles zou afbreken, dan, want ik geloof dat het totaal zit op 310, als ik me niet vergis, dan zou hij in dat geval, even kijken, 80 meter mag hij sowieso terugbouwen, omdat daar asbest op zit, en die andere 230 mag hij 115 terugbouwen. Even wachten, dat is even huisjes, ten aanzien van... Eerst de wethouder even zijn hele verhaal af laten maken. Anders blijven we met cijfers goochelen en over de toonbak gooien aan dit woord. Dat is ook even het vervelende, want maar in de notitie staat perfect in de tabellen weergegeven 1 op 1 met asbest, 1 op 2 zonder asbest enzovoort. Ik moet nog even terugkomen op het amendement van de SGP, want die gaat voor, over binnen de bebouwde kom. En daarin zegt, wordt gesteld om aan artikel 3.2.1 toe te voegen, een punt D, in het kader van het verwijderen van asbest mogen de huidige aantal vierkante meters bebouwing na sloop herbouwd worden. Ja, ik vind dat geen goede zaak. En het amendement als zodanig wil ik ook met nadruk ontraden, omdat die juridisch niet juist is. Want het is strijdig met artikel 3.2.1 onder B, waarin verwezen wordt naar de beleidsregels planologische kruimelgevallen. En op basis daarvan is die mogelijkheid tot herbouw. Dus als de heer Jonker dit amendement wil indienen, dan moet ik zeggen, ik kan hem juridisch niet uitvoeren. Dat is één. En als de heer Jonker toch daarin verder wil gaan, dan zou die motie moeten indienen om de beleidsregels planologische kruimelgevallen aan te passen. Wat betreft de toelichting van de motie van de heer Jonker, het amendement,
Het gaat natuurlijk om van wat is het gebruik geweest van een schuur. Als het nog legaal in gebruik is, dan mag die 100% teruggebouwd worden. Als de functie wonen is, dan geldt de regeling kruimelafwijkingen. En die is ruimer dan die 250 meter in het buitengebied. Maar daar moet ik ook bij opmerken dat waarschijnlijk de mogelijkheid om daar overheen te gaan niet zo ontzettend groot zal zijn. Je mag dan tot 100 meter sowieso terugbouwen en wil je meer, dan gaat het om de helft. Stel, ik heb een schuur van 500 meter, 100 meter mag ik sowieso terugbouwen en van de overige 400 mag ik 200 terugbouwen. Dus breek ik een schuur van 500 vierkante meter, mag ik 300 meter terugbouwen. En dan kom ik op dezelfde redenatie als zojuist. Het gaat over de scheiding hoofdgebouw-bijgebouw. Maar er is dus in binnen de bebouwde kom geen begrenzing van die 250 meter, die wel in het buitengebied geldt. Als het gaat over ruimtelijke kwaliteit, dan hebben we het ook over minder verstening. En dat is ook een van de doelen die we ook in onze begroting hebben staan, wanneer het gaat over ruimtelijke ordening. Dat was het, voorzitter. Het was toch eerst de heer Jonker, dan de heer Kerkdijk en de heer Huisjes. De heer Jonker, aan u het woord. Een aanvullende vraag. Hè. U zei dat het abonnement juridisch niet klopt. Zou het juridisch kloppen, dan zou u eerder geneigd zijn om meer te gaan. Begrijp ik dat goed? Nee, meneer Jonker, dat heeft u niet goed begrepen. Via de voorzitter graag, maar meneer Jonker probeert natuurlijk ook, begrijpen we natuurlijk goed, wel. Maar de heer Jonker, aan u het woord. Ik heb die vraag natuurlijk ook gekregen dat die juridisch niet zou kloppen, maar ik werd door een jurist ingefluisterd en die zegt van onzin. Want u komt met een beleid, erfentransitie gemeente Twenterand, en er staat een artikel 7.4 in, voorrangsregeling met ander beleid. Bij tegenstrijdigheid of afwijking tussen deze beleidsnota en andere eerder vastgestelde beleidsnota, zoals de kruimelafwijking wat u wilt, geldt bij voorrang deze beleidsnota. Dus opgelost. Wij hoeven de mensen niets af te pakken. En dat doen we met deze erfentransitie. En voor de rest is er ook nog maar geen kruimel, geen gram, wat tegen de motie die raadsbreed is aangenomen hier. Oké, dank u wel. Wel even rustig aan natuurlijk, hè? Graag. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, als destijds indiener van de motie schuur voor schuur, raken wij steeds verder teleurgesteld. En wij moeten vaststellen dat wat de CDA betreft niet de invulling is die wij voor ogen hadden. Maar we zullen het er toch mee moeten doen. Ik heb dat in de eerste termijn ook gezegd. En daarom de vraag aan de wethouder of hij bereid is om bijvoorbeeld na een periode van een jaar eens in gezamenlijkheid met de Raad terug te kijken op wat er met deze regeling, met deze uitwerking tot stand is gebracht. Met name ook hoe dit gewerkt heeft richting het verwijderen van asbestdaken, want dat is een heel belangrijk gegeven voor het CDA. Terug te kijken en eens te kijken of dat juridische sluitende waar u toch wel prat op gaat, of dat inderdaad het geval is. En dat kun je het beste doen door de toetsing in de praktijk en eens te weten hoe de inwoner van Twenterand die dit aangaat, hoe die dit beleefd heeft. Zou ik daartoe bereid zijn? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik doe hierin geen toezegging, maar de heer Kerkdijk mag ervan verzekerd zijn dat we het beleid wat we in deze gemeente instellen, dat we dat bij voortduring monitoren en wanneer daartoe aanleiding is, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het beleid niet werkt zoals we dat voor ogen hadden, dat wij zeker bij u als raad terugkomen om wijzigingsvoorstellen te doen. Dank u wel. De heer Kerkdijk, nog een aanvullende vraag aan u het woord. Een aanvullende vraag en eigenlijk ook een reactie. Ik denk dat wij vanuit onze fractie, maar het kan zijn dat er andere fracties ook wel toebereid zijn, toch wel dit punt zeer kritisch zullen gaan volgen. Wie weet beginnen we wel een meldpunt, want nogmaals, u gaat prat op de juridische sluiterheid van deze regeling. Hij is zo complex en een beroep doet het op kruimelregeling en maatwerk, dat het niet anders kan of dit levert gedoe op. Tot zover. Dank u wel. Dat is meer een opmerking en geen vraag meer aan de wethouder. De heer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. De wethouder stelt in zijn betoog dat asbest 1-op-1 terug mag worden gebouwd. Ik zou graag willen horen in welke regel dat staat in die nota. En daarnaast mijn tweede vraag.
die sluit aan bij wat de heer Jonker net zei over die planologische kruimeldief, om het zo maar te zeggen. Die tegenstrijdigheid wordt dus echt teniet gedaan door artikel 7.4. Want die kruimeldief was van vorige week en deze nota gaat morgen in en die overtreft hem. Oké. Ik kijk even aan de wethouder of die een reactie kan geven of de wethouder in het woord. Nou, even voor de helderheid, meneer Huisjes. Want inderdaad, maar dat is ook het gevaar, hè, wanneer je zoveel tabellen hebt die door elkaar heen lopen. Eén op één geldt tot de eerste 100 vierkante meter. Dat is correct. Dus het is niet zo dat je 500 meter afbreken en één op één kunt terugbouwen. Nee, dan gaat het voor de eerste 100 meter is één op één. En voor de resterende, van 101 tot 150, en dan 1 op 2. Dat is correct. Als we het hebben over de juridische haalbaarheid. Ik heb mij vanochtend laten informeren. En 7.4 lees ik nu ook. Heel goed dat u dat zegt. Ik heb me gebaseerd op de adviezen en de informatie die ik van onze jurist aangereikt heb gekregen. Dus ik zou dat even moeten uitzoeken. En het is niet zo, heer Kerkdijk, dat ik prat ga op de juridische haalbaarheid van het een en ander. Ik geef alleen maar aan dat wat mij is aangereikt, dat een amendement zoals ingediend door het SGP, dat die stuit op juridische bezwaren. En ik heb u ook aangegeven hoe u die juridische bezwaren zou kunnen omzeilen, namelijk door een motie in te dienen met betrekking tot de beleidsregels planologische kruimelgevallen. Dank u wel. Ik zoek even als de heer Huisjes nog een aanvullende vraag, maar dan zoek ik eventjes, dan heb ik even een behoefte aan. Eén aanvullende vraag, een bevestiging, dan mag dus de Jan Klaassen dat asbestkeurtje niet volledig terugbouwen, want hij heeft die andere bijgebouwen ook al staan. Ja, dat is correct. Ja. Oké, okay. Ik zit eventjes, ik wil even schorsen, want we moeten even dat juridisch verhaal even helder hebben. Ja, uw voorzitter denkt ook na. Dat had u ook niet anders verwacht natuurlijk. Ik zou even 10 minuten willen schorsen. Even als college even kijken over dat punt, hoe dat precies in elkaar zit. En voor de duidelijkheid, de kruimelregeling is gepubliceerd en dan gaat hij in werking. Het is niet vastgesteld, maar hij is gepubliceerd. Ik schors even voor 10 minuten. Ik ga kijken. Het college is voor een deel weer aangeschoven. Ik verzoek de raadsleden weer te gaan zitten. En ik kijk rond of de behoefte is. Het college heeft om schorsing gevraagd. Dus ik geef als eerste de wethouder het woord. En dan ga ik kijken of er een tweede termijn nodig is. En dan reageert weer het college indien nodig. En dan sluit ik deze beraadslaging. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ingaand op het amendement wat is ingediend door de SGP... kan ik zeggen dat de opmerking die de heer Jonker heeft gemaakt met betrekking tot de juridische houdbaarheid, daarin zitten wij fout en artikel 7.4 is correct. Dus dat betekent dat het amendement gewoon in stemming gebracht kan worden. Waarvoor excuus. Als we kijken, en ik zou daarmee eigenlijk ook de discussie willen samenvatten, waar het feitelijk over gaat is... ruimtelijke kwaliteit, in deze notitie, prevaleert ruimtelijke kwaliteit boven het aantal vierkante meters. Daarover kun je met elkaar van mening verschillen. De heer Kerkdijk heeft gevraagd, komt u met een evaluatie? Ik heb gezegd, dat doen we niet, maar we monitoren het wel. Ik kan u wel mededelen dat op dit moment een visie op het platteland in ontwikkeling is. En dat we daarbij ook ervencoaches inzetten. Om te kijken waar belangen liggen van inwoners. En dat we dat ook nadrukkelijk zullen meenemen. En dat ook zullen naast deze regeling zullen leggen. En ook dan zullen bekijken van in hoeverre werkt deze regeling. En in hoeverre werkt die contraproductief. En dan zijn we gaande bereid op het moment als dat laatste het geval is. Om ook te komen tot aanpassing van een regeling. Want geen enkele regeling is in beton gegoten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik tweede termijn het woord. Ga ik kijken bij de heer Huisjes of hij een tweede termijn wil. Nee, dan de heer Jonker een tweede termijn wel. Dan kijk ik even rond. De heer Reusken wil ook gebruik maken van zijn eerste termijn, maar uiteraard mag hij ook in tweede termijn. De heer Jonker, uw tweede termijn, dan mag u daar staan. Ja, ik hou wel een beetje hier de orde in de gaten, want anders dan lijkt het net of u interrupeert. U heeft uw tweede termijn, meneer Jonker, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college danken voor haar antwoord. Want er was natuurlijk wel wat verwarring over, ook op beoordeling van het abonnement, wat wij ook vooraf met andere fracties gedeeld hebben. En ja, daarmee zijn ze misschien wel iets wat op het verkeerde been gezet. Dus ik ben benieuwd wat de andere, voornamelijk met de GBT, of daar nog beweging in zit. Of alles wat daar staat, dat is gewoon 100% uitvoering wat hun zelf ook gesteund hebben. Laten we de mensen gewoon geven wat ze nu ook hebben. En het geval is nu wel van, we pakken dat af. En dat is gewoon jammer. En daar zou ik toch graag nog wel een reactie op willen hebben van het GBT. En wat de wethouder net ook aangaf, van je kunt van mening verschillen over de ruimtelijke kwaliteit. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dat vind ik toch... Dan geef ik toch wat de burger heeft nu, ook in het kader van de asbest, daar toch voorrang aan. Dank u wel. Dank u wel. U zult ook een reactie krijgen van GBT of u krijgt de stem. De heer Reusken, aan u het woord om een vraag te stellen aan de heer Jonker. Eén vraag. Ik hoorde de heer Jonker steeds spreken over afpakken en het willen laten gaan over één op één terugbouwen. En dan heb ik de vraag aan de heer Jonge, geldt dat voor alle gevallen? Want u weet ook dat er agrariërs zijn, dat 25% van de agrariërs landelijk gezien stoppen. En daarmee gebouwen leeg komen te staan. Zouden die ten alle tijde opnieuw gebouwd moeten worden? Terwijl je ook kunt zeggen, van we zouden ook wel met minder verstening kunnen in het buitengebied. Jonker, aan u het woord. Dank voor de vraag, de heer Reusken. Ik wil wel een stukje beeldvorming weghalen. Het is net inderdaad één op één terugzetten, maar er zijn ook mensen die wel minder kunnen worden. Maar je biedt ze in ieder geval de mogelijkheid wat ze hebben, dat ze dat terug kunnen plaatsen. En mijn amendement gaat niet over het buitengebied waar u aan refereert, waar de meeste agrariërs zitten. Daarvan heb ik ook in het raadsdebat gezegd van als er leegstaande bebouwing is van agrariërs, hè, bijvoorbeeld een 2000 vierkante meter stal, dan ben ik ook van mening dat dat wel minder kan. Maar daar heeft de ChristenUnie een voorstel voor ingediend en daar ook een vierkante meter van 1500 meter genoemd. Dus dat wordt niet full pool teruggezet, maar wel minder. Maar dit amendement gaat over de bebouwde kom. En in de bebouwde kom ken ik geen schuur die 2000 vierkante meter en meer is. Als het gaat om gewone normale burgers, dat gaat echt puur sec om schuurtjes van 100, 200 vierkante meter. Oké, dank u wel. Dan, als hij de microfoon even uit kan. Ja, nee, hij is al uit. Ik kan hem uitzetten. Dat is wel makkelijk. Ik heb het door. Ik begreep dat de heer Huisjes nog wel het woord in tweede termijn wil. Dan ga ik eerst terug naar de heer Huisjes en dan ga ik verder naar de andere fracties indien men dat wil. De heer Huisjes, ja, ik had u het woord gegeven. Aan u het woord, ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb net in overleg met de SGP-fractie hebben besloten om amendement A1 niet in stemming te brengen, omdat er waarschijnlijk geen meerderheid voor te vinden is. En alleen in de amendement van de SGP. Okay. U trekt uw amendement in. Nu een stemming geven, u trekt hem gewoon in. Maakt u geen deel uit van de beraadslagingen. Dan kijk ik naar... ik ga nu even het rijtje dat ik niemand oversla. De heer Kerkdijk niet. De heer Veldmeij op tweede termijn. De heer Reusken op tweede termijn. En dan als laatste, indien gewenst, de heer Lamer. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in eerste termijn niet een inbreng gehad, omdat ik de inbreng van de collega's wilde horen, maar vooral ook het antwoord van het college wilde horen. Ik moet u zeggen dat ik op een gegeven moment wel begon te dazen met alle cijfers, alle vierkante meters, en dacht bij mezelf, kan ik dit nog volgen? Laat staan de luisteraars en kijkers thuis. Ik vond dit wel hartstikke lastig. Maar ik vond de beantwoording van de wethouder en het college wel heel erg duidelijk. En ik vond dat hij dat dadelijk in de reactie van het college, toen hij terugkwam naar de schorsing, duidelijk zeggen van, wij gaan voor ruimtelijke kwaliteit boven een aantal vierkante meters. En dat vindt mijn fractie ook, dat in dit geval er nu een compleet verhaal ligt.
waarbij denk ik een afgewogen oordeel gemaakt wordt en een beleid wordt neergezet waarbij we gaan voor die ruimtelijke kwaliteit en niet alleen maar één op één terugbouwen van het aantal vierkante meters en dat we gaan kijken met elkaar hoe we kunnen zorgen zowel binnen de gemeente en binnen de bebouwde kom als ook buiten de bebouwde kom voor goede bebouwing. En volgens mij geeft deze erventransitie daar een goede aanzet toe. Dus wij zullen het amendement niet steunen en het college steunen in haar voorstel wat er nu ligt. Ik begrijp dat de heer Jonker een vraag nu heeft. De heer Jonker heeft de vraag aan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel. Wat verstaat de heer Reusken dan voor ruimtelijke kwaliteit? Kijk, er zijn nu heel veel gevallen dat burgers een schuur hebben, die willen ze vernieuwen. Wordt mooi, in combinatie met duurzaamheid. En dat wordt gewoon heel sterk ingeboet. Stelt u dan werkelijk de ruimtelijke kwaliteit, wat houdt het dan in ten opzichte van de rechten die de burger nu heeft? Want die worden gewoon ingeperkt. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor de derde keer, drie keer scheepsrecht. Voorzitter, ruimtekwaliteit is niet alleen maar vierkante meters. Ruimtekwaliteit is ook de juiste verhouding tussen hoofdgebouw en buiggebouw. Ruimtekwaliteit gaat ook over de beeldvorming. Ruimtekwaliteit gaat over de omgeving. Ruimtekwaliteit gaat niet alleen maar over vierkante meters en zeggen van wat ik nu heb wil ik ook weer terugbouwen. Ook al zou het gebouw wat teruggebouwd wordt op het aantal vierkante meters kwalitatief beter van aard zijn dan wat er stond. Het gaat ook om het totaalbeeld en de kwaliteit van de gebouwen en de beeldvorming in relatie tot de omgeving, hoofdgebouw, bijgebouw. Dat is precies wat ook in de erventransitie staat en wat de wethouder in zijn antwoorden heeft gegeven. En nogmaals, dat steunen wij. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, de heer, heeft antwoord op uw vraag gehad. Hè? De heer Reusken heeft keurig aangegeven wat hij onder ruimtelijke kwaliteit verstaat. Maar heeft u nog een andere aanvullende vraag? Nu het woord, meneer Jonker. Ik wil dan alleen nog wel even als nabrander geven dat dit abonnement voldoet aan de motie die de hele raad hier, inclusief de PvdA GroenLinks, gesteund heeft. Namelijk al die punten die ik ook in de toelichting heb genoemd. En daar gaat u wel heel erg makkelijk aan voorbij. En er wordt zelfs over stimulering gesproken. En zeker in het kader van asbest, en daar gaat het amendement over. En daar stimuleer je mee en met deze erventransitie niet. Meneer Jonker, u stelt geen vraag. U probeert de heer Reusken te overtuigen. Dat is uw recht, maar eigenlijk is interrupties om vragen te stellen. Meneer Reusken, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Laarman, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, onze inbreng hebben we in eerste termijn al gedaan. En onze inbreng is eigenlijk hetzelfde als de heer Reusken net heeft gedaan. Van, het gaat ons ook om de ruimtelijke kwaliteit. En daar zijn we mede af aan, hebben we daarop ingestoken, dat we dat belangrijk vinden. En als u zegt, de motie is niet voldaan aan de motie. Nou, het is een zo ruim mogelijke bebouwing. Ja, dat is 250 meter. En in de bebouwde kom waar de heer Jonker naar refereert, daar zijn toch extra mogelijkheden. En er zijn meer mogelijkheden dan buiten de bebouwde kom. En volgens mij is dat voldoende. Wat ik ook prima vond toen de wethouder terugkwam naar de schorsing, dat hij even zegt, van, we gaan ook in de toekomst kijken van hoe gaat dit beleidstuk, werkelijk beleidstuk, met de erfcoaches komen we hier problemen tegen. En komen we hier problemen tegen, dan komen we ook nadrukkelijk weer naar de raad toe. En dat vind ik belangrijk en op die manier verwacht ik dat deze erftransitie gaat werken en dat ons buitengebied en binnengebied verpaupering tegen kan gaan. Dank u. De heer Kerkdijk heeft de vraag nu. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook meneer Laarman heeft het over ruimtelijke kwaliteit. En met name roept dat de vraag op ruimtelijke kwaliteit, wat door middel van maatwerk en een moeilijke regeling tot stand wordt gebracht. Beseft u dat je het dan hebt over maatwerk wat door middel van een ambtelijke interpretatie uiteindelijk teruggekoppeld wordt? Want ik weet niet of u weet, als je maatwerk natrekt, ja, dat is niet terug te vinden in de verordening, dat is niet terug te vinden in de richtlijnen, dat is de interpretatie van de ambtenaren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, op zichzelf heeft u daar gelijk in, maar geen schuur is gelijk, geen erf is gelijk. En op zichzelf, het gaat erom dat de ruimtekwaliteit verbeterd wordt. En wordt er een schuur afgebroken en wil men iets terug. Maar men gaat een extra single, weet ik het wat, extra aanleggen. Zodat het totaalbeeld verbetert. En men komt daar tot een akkoord en vindt dat prima. Ja. Kerk heeft een aanvullende vraag, nu het woord. Een korte aanvullende vraag. Dus u accepteert daarbij dat de ambtelijke interpretatie dan daarin leidend is? Nou, ik hoop dat leidend wordt, dat de ruimtekwaliteit verbeterd wordt en dat we verbouwing tegengaan en dat we een mooi en vitaal buitengebied houden. Maar dat daar ook dat de ondernemers en de boeren en agrariërs die nu werkzaam zijn in het buitengebied, dat die niet veel hinder ondervinden van extra activiteiten die zouden plaatsvinden in extra grote schuren. Want 250 meter is toch al een schuur van 10 bij 25 meter. En ik vind dat behoorlijk een schuur voor het wonen. Dat, dan kun je 10 auto's in plaatsen. Dus ik weet niet wat je allemaal zo wil in zo'n grote schuur. Maar daar heb je wel behoorlijk wat ruimte hoor. Dank u wel, de heer Laarman. Er zijn geen vragen in tweede termijn aan het college gesteld. Dus ik wil de beraadslaging over dit onderwerp beëindigen. En ik ga over tot de stemming. En ik geef als eerste in stemming. A1 maakt geen onderdeel uit meer van de beraadslaging. Dus ik geef als eerste in stemming A2 het amendement van de SGP. Wat ook ondersteund is door het CDA en de ChristenUnie. Die is ingediend. Ik geef in stemming wie is voor dit amendement. ChristenUnie, CDA, PVV, SGP. Wie is tegen dit amendement? Dus gemeente Lang Twenterand en PvdA GroenLinks. Het amendement is verworpen. Dan geef ik vervolgens de nota beleidsregels erventransitie Twenterand 2019 in stemming. Wil iemand een stemverklaring? Sorry. Wil iemand een stemverklaring? De heer Jonker wil een stemverklaring. De heer Kerkdijk. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter. Wij zullen voor deze beleidsnota stemmen. Met die verstande dat we het heel jammer vinden. En daar zullen wij ook in de toekomst verder gaan. Dat, richting het amendement wat zojuist is ingediend. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Kerkdijk heeft een stemverklaring. En nu het woord, meneer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zullen voor het voorstel stemmen. Wij houden de twijfel over de houdbaarheid en zijn inderdaad zeer geïnteresseerd in de evaluatie die eigenlijk niet direct, maar wel indirect is toegezegd. We volgen dat kritisch. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer wil ook een stemverklaring. En nu het woord, meneer Veldmeijer. Wij zullen ook voorstemmen, maar ook delen wij de mening van de twee fracties die voor ons gesproken hebben. Dank u wel. Dan geef ik het voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? Dat is gemeente Belang Twenterand, PvdA GroenLinks, de PVV, SGP, CDA en ChristenUnie. Het voorstel is aangenomen. Ik ga over naar agenda punt 12. Gewijzigde inzet gelden kunstwerk over de Lauwer. En ik geef de heer Jonker het woord. Want zoals u weet, iemand die een motie of amendement indient, krijgt van mij als eerste het woord. Wordt in het presidium afgesproken, omdat dan de anderen ook kunnen reageren op het ingediende. Want dan maakt het onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik vul even de tijd op, meneer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben in de raadsdebatten het punt ook al voldoende aan de orde gehad. Het gaat hier om, en dat wil ik nog wel benadrukken, niet om of je voor of tegen cultuur bent. Het gaat hier om het voeren van financieel degelijk beleid. Zeker onze gemeente heeft het financieel niet gemakkelijk. En we moeten gewoon op onze centen passen. Alom teneur. Ook richting de burgers is het signaal afgegeven, de facturen van de belastingen komen binnen en ja, die vallen niet altijd in de smaak. Nou, dat begrijpen we ook wel. Maar er is nu geld over en het wordt ook gelijk weer uitgegeven. En dat heb ik dus bij de raadsdebatten ook gezegd. De kosten van het nieuwe verzetsmonument, €56.000. Dekking was destijds €42.500. Dat kwam gewoon uit de algemene risicoreserve. Dus alle reden toe om dit geld daar weer naartoe te schuiven. En als dit geld al wel voor cultuur bestemd was, waarom moeten wij dan met dit voorstel alsnog dit geld doorschuiven naar cultuur?
En we vinden als SGP ook dat je het geld nu ad hoc maar moet toewijzen aan cultuur. We hebben geëigende momenten waar een integrale afweging wordt gemaakt over de hele begroting. En dat is niet alleen cultuur, maar ook het sociaal domein. We hebben nog wel meer wensen op het lijstje, zoals bijvoorbeeld een BOA en dat soort zaken. En daartoe heb ik dus ook het volgende amendement. En die wordt mede ingediend ook door de Partij voor de Vrijheid. En zal ik die eerst indienen of... Ja? Ja, uiteraard. U laat zelf meneer wilt indienen. Het zal straks rondgedeeld worden, maar het besluit is... Het door het college van de burgemeester en wethouders voorstelde besluit het geld voor de vervanging van het beeld over de Lauwer in te zetten voor de projectsubsidie cultuur en te dekken uit de reserve uitwerking bestuursakkoord 12.600 en reserve cultuurnota 13.400 als volgt te wijzigen het geld voor vervanging van het beeld over de Lauwer 26.000 euro toe te voegen aan de algemene risicoreserve. En dat was het voorbeeld. Helder. Dan heeft de heer Reusken een vraag. Meneer de heer Reusken, aan u het woord. En het amendement is A3 en maakt onderdeel uit van de beraadslaging, is ingediend ook namens de PVV. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik was blij dat de heer Jonker net aangaf dat hij niet tegen cultuur is, maar dat het vooral gaat over het gevoerde financiële beleid in zaken dit onderwerp. Vorig jaar had de culturele raad nog 20.000 euro tot zijn beschikking en hebben daar hele goede dingen voor gedaan. Dit jaar 0 euro. Wat gaat u tegen de culturele raad zeggen dat ze dit budget niet meer hebben? En wat zegt u tegen al die partijen die een subsidiebezoek hebben ingediend? Dat zijn er 11 geweest die gehonoreerd zijn, heb ik begrepen. Die 11 hebben daar goede dingen mee gedaan. Wat zegt u tegen die mensen dat dat geld dit jaar niet beschikbaar is? Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Je moet eerlijk zijn in je verhaal natuurlijk. We hebben niet zo heel veel geld over. En ja, daar horen gewoon cursus bij. We kunnen overal wel geld naartoe schuiven, maar we hebben meer wensen. En wij vinden gewoon de geëigende momenten gewoon dat het behoort bij een integrale afweging. Dat was ook een technische vraag, ik heb het nu niet herhaald. Destijds is niet afgewogen. En u moet toch met mij van mening zijn dat een integrale afweging, daar hoort ook cultuur bij, maar ook het sociaal domein en ook al die andere onderwerpen waar we ook eisen en wensen hebben. En ja, en wij kunnen, wat moeten we tegen die mensen allemaal zeggen? Van ja, dien de plannetjes maar in, daar is wel geld voor, regelen we. Nee, daar hoort ook een moeilijk besluit bij. Soms. Ja, het is niet anders. Hè? Het geld groeit op de rug. Helder, u heeft uw eigen afweging gemaakt bij dit voorstel. Voor alle duidelijkheid, het amendement 3, de heer Jonker gaf aan dat hij het ook namens PVV indiende, maar ook namens het CDA. Ja, ik hou het even allemaal prima bij. Ik kijk even namelijk naar de handtekeningen, meneer Kerkdijk. Dus dat doet die voorzitter allemaal keurig voor u. Dus even voor alle duidelijkheid. Wie wil in eerste termijn ook het woord? De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb net goed geluisterd naar de inbreng van de SGP. En ik moet niet anders concluderen dat de SGP op dit moment redeneert als een boekhouder. Ik heb thuis ook wel eens wat geld over. En dan spreek ik met mevrouw af, dat gaat naar de spaarrekening toe. Maar op het moment dat er dan er een situatie voordoet waarin je de mogelijkheid krijgt of hebt, of zaken die je over hebt omdat je ergens kosten hebt bespaard, dan kun je zeggen van ja, dat zou eigenlijk naar die spaarrekening toe moeten. Maar op het moment dat je dan kunt investeren in dingen die je lange tijd niet hebt gedaan, dan ga je het daar met elkaar over hebben. En dan kan het wel eens zo zijn dat je een andere afweging maakt en kiest op basis van inhoud te zeggen wat ik vroeger niet kon doen of vroeger wel deed, dat blijf ik doen. Want ik heb middelen over of ergens vrij gespeeld. Als ik kijk naar wat de culturele raad heeft gedaan, die had 74.000 euro tot zijn beschikking een aantal jaren geleden. Dat is afgelopen jaren teruggebracht naar 20.000 euro. Deze culturele raad die samengesteld is met organisaties uit de kunst, de cultuur en de muziek, die krijgen met elkaar jaarlijks 14, 15 aanvragen. En dan gaat het om bedragen tot 3000 euro die eenmalig worden uitgegeven, die als stimulans dienen, die als innovatie dienen en waar goede dingen mee zijn gebeurd. Ik heb eens nagevraagd gedaan welke activiteiten zijn uitgevoerd. Het gaat om de Week van Amateurkunst, het gaat om
de Pedemos, die onderzoek heeft gedaan naar horizonverbreding. Het gaat om de kunstkring Westerhaar. Het gaat om de Groene Jager, die een muziektheater heeft uitgevoerd. Dat zijn initiatieven die eenmalig zijn en die onze steun verdienen. Het zou zonde zijn als we dat soort initiatieven niet meer kunnen steunen. En het is hartstikke goed dat we een culturele raad hebben die dat soort initiatieven aanjaagt, ondersteunt. En daar moet een budget voor beschikbaar zijn. En als er nu zich een mogelijkheid voordoet waarin we middelen hebben gevonden, en dit college heeft dat gedaan. En ik vind het een goede inhoudelijke keuze om niet te zeggen het gaat naar algemene middelen. Maar we besteden dat voor de culturele raad, want vorig jaar waren er wel middelen. En dat is voor dit jaar niet beschikbaar. Is het gewoon een goede zaak dat we dit doen. En dat is ook de reden waarom de Partij van Arbeid GroenLinks het collegevoorstel van harte steunt en zelfs toejuicht. En ik zou graag, en dan heb ik nog een vraag aan de wethouder daarover. Ik wil die vraag aan de wethouder, want ik begrijp natuurlijk wel, ik even probeer ergens een punt bij u te zetten. Ja, dat snap ik. Maar ik ben enthousiast over het culturele raad, voorzitter. Nee, dat merken wij ook wel aan u. Maar voordat u de vraag aan de wethouder stelt, heeft eerst de heer Jonker aan u een vraag. De heer Jonker aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, een bezielend betoog van de heer Reuskes over de cultuur. En dat is goed. Maar daar gaat mijn amendement niet over. Het gaat gewoon om, je kunt zeggen van ja, u redeneert als een boekhouder, maar we moeten gewoon wel zakelijk blijven kijken, want het geld groeit ons niet op de rug. En wat zegt u, en u vraagt, hè, wat zegt u tegen dan de cultuurraad? Ja, wat zegt u tegen al die andere mensen? Als iedereen hier op de stoep gaat van ja, dit is wel goed en dat is wel goed, dat bestrijd ik allemaal niet. Maar die integrale afweging, en misschien gaat het straks allemaal wel naar cultuur, maar daar hoort een integrale afweging bij. En dat doen we straks met de begroting en met de kadernota zoals u wilt. Misschien moet daar meer geld bij. Dat bestrijd ik helemaal niet op dit moment. Maar het gaat erom dat zomaar naar cultuur hoort te schuiven. Hè, met een sfeer van, ja, maar dat geld is over van het verzetsbeeld. Dan is klip en klaar. Er is gewoon geld uit de voldoende daar naartoe gegaan. 56.000 euro was de dekking. En dit geld hoort daar gewoon weer terug. Dat is gewoon één op één terugsluizen. En straks met de begroting heb je een nieuwe kans. Uw standpunt is helder. Meneer Reusken, ik weet niet of u wilt reageren op de heer Jonker en anders uw Meneer voorzitter, ik heb wel aangegeven waarom ik vind dat je in een aantal situaties ook tot een andere afweging kunt maken als er middelen vrij komen te vallen of middelen beschikbaar gesteld moeten worden. En dan hoeft dat niet altijd volgens de vaste redenatie terug naar algemene middelen. Voorzitter, als u goed vindt, heb ik nog een vraag aan het college. Als ik het goed heb begrepen, gaat het om 26.000 euro. Ik zou willen weten, is dat alleen voor 2019 beschikbaar? Of is dat ook, wat ik ook ergens las in het voorstel, richting 2020? Dat is de eerste vraag. Die 26.000 euro, is dat eenmalig? Of gaan we die culturele raad, zoals dat ook was, structureel middelen beschikbaar stellen? En komt die daar bij de kadernota op terug? En een derde vraag is, ik heb begrepen dat de culturele raad zelf een aantal kaders heeft om de middelen te verdelen. Maar u geeft zelf in het voorstel aan, verdeelregels gaat het college mee komen. Wat bedoelt u daarmee? Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Daar zal het zo, de heer Koster. Ja, ik kan ook niks doen dat de heer Koster al die portefeuilles heeft die vanavond aan de orde zijn. Maar ik wil er even kijken of iemand in eerste termijn nog het woord wil voeren. Kijk even de raad rond. Nee. Wethouder Koster, aan u het woord om in te gaan op de aan u gestelde vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik constateer dat er drie vragen zijn gesteld en wel door de heer Reusken. De vraag is het bedrag uitsluitend voor 2019? Nee, het is een bedrag voor 2019 en 2020. Dat betekent dus dat er maar 13.000 ter beschikking is per jaar. De tweede vraag van, ja, wat ga je dan doen met de daaropvolgende jaren? Ja, als wij dat beleid willen voorzetten, zullen we zeker in de kadernota daarbij op terugkomen. Maar u zult zich kunnen voorstellen dat wat dat betreft wij nog niet zover zijn. En de derde vraag van, ja, wat zijn nou die verdeelkaders? Nou, de culturele raad heeft een aantal richtlijnen op basis waarvan zij komt tot die verdeling. En eigenlijk hebben wij niet meer en niet minder gezegd, en daarom staat het ook in die notitie, laten we even kijken of dat nog inderdaad actueel is. En zo ja, dan gaat het gewoon zo door. En zo nee, dan gaan we een kleine aanpassing misschien doen. En niet meer en niet minder. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Dan
Wat gebeurt er allemaal? Ik weet het allemaal niet. Heer, ja, even reageren op het amendement. Dat is inderdaad goed. Ja, u zult zich kunnen voorstellen dat ik dit amendement afraad. Omdat ik het toch uitermate belangrijk vind dat deze gelden ter beschikking komen van cultuur. Overigens moet ik zeggen dat 12.600 is gedekt uit de reserveuitwerking bestuursakkoord. En de reserve cultuurnota, die 13.400, dat is feitelijk die vervanging van dat beeld over de Lauwen. Dank u wel. Dan kijk ik rond of iemand in tweede termijn wil. Niet. Dan geef ik het amendement in stemming. Wil iemand een stemverklaring geven? Dan ga ik over amendement 3 gaan we stemmen. Wie is voor amendement 3? Dat is CDA, SGP en PVV. Wie is tegen het amendement 3? GBT, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie. Het amendement is verworpen. Dan ga ik naar het voorstel. Wie is voor? Oh, wie wil een stemverklaring? Sorry, voordat ik het vergeet, hier wil iemand. De heer Kerkdijk van het CDA wil een stemverklaring. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had het ook in de eerste of tweede termijn kunnen doen, maar wij vinden het bijzonder spijtig dat de oproep die via het amendement van de heer Jonker is gedaan niet gevolgd wordt. En daarom zullen wij tegen het voorstel stemmen. Dank u wel. Wil iemand nog een stemverklaring geven? Dan ga ik over tot stemming. Wie is voor het voorstel? Gemeentebelangen Twenterand, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie. Wie is tegen het voorstel? Dus de PVV, SGP, het CDA. Het voorstel is aangenomen. Dan geef ik voor het volgende onderwerp, het onderzoek van de Rekenkamer, het woord aan, of de voorzittershamer, aan de heer Smelt. Aangezien ik daar de portefeuillehouder van ben en ik ga even op uw plaats zitten. Goed. Dan geef ik in behandeling het onderwerp Rekenkamercommissie en inventarisering. Ik even wie het woord daarover wil voeren en kijken. De GBT-fractie, de heer Elsinga, de heer Jonker, de heer Kerkdijk. De heer Elsinga, ik geef u als eerste het woord. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst de dankzegging aan het college voor de cijfers die we nagezonden hebben gekregen over de externe inhuur voor het jaar 2017. Ja, waar we het hier eigenlijk over hebben, is niet alleen externe inhuur, maar ook een beetje over de toekomst van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad die heeft halverwege 2015 besloten tot een heroriëntatie op de ambtelijke organisatie met als doel om te komen tot een regiegemeente. Er is hierbij door de gemeenteraad geen minimale omvang van het vaste kernpersoneel of een financieel kader voor de totale organisatie meegegeven. Dat is ook te lezen in het rapport externe inhuur. De verhouding van het vaste kernpersoneel versus flexibel inhuur is op dit moment 60-40. En op onze vraag hoe externe inhuur wordt bekostigd, is de reactie vanuit het huis: wanneer een medewerker uit de vaste kern naar dienst gaat, wordt de loonsom in de post flexibele inhuur gestort. Een derde van de vaste kern zal vanwege onder meer pensioengerechtigde leeftijd binnen nu en 8 jaar in dienst gaan. Of uit dienst gaan. Ik heb vorige week al, of 2 weken geleden eigenlijk al, het coalitieakkoord aangehaald wat daarover in staat. Kijk, we realiseren ons als GBT echt wel dat je vooral op dit moment vanwege de economische situatie het makkelijker is, aantrekkelijker is om externe inhuur en flexibel personeel in te huren. Maar de economische situatie is niet altijd gunstig, dus je moet ook vooruitdenken. Daarnaast zal er vanwege specialiteit en onafhankelijkheid altijd externe inhuur nodig zijn, omdat de kennis en specialiteit niet altijd in dit huis aanwezig is. En we weten ook dat het college en de gemeenteraad elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Het gaat erom dat het college het beleid uitvoert van de raad. Dat zijn de kaders die gesteld zijn in 2015. En de raad mag na een tijdje ter controle goed kijken van is het nu zo gegaan zoals we dat allemaal hebben gewild of voor ogen hadden. En dat is eigenlijk wat we nu hier doen, voorzitter. De portefeuillehouder die antwoordde tijdens het debat aan het einde van wij komen er binnenkort op terug over de rol en verantwoordelijkheid. En er is een raadsinfo gepland op 15 mei. Die was al gepland. En die gaat ook gewoon door. Alleen mijn verzoek is namens de fractie van GBT aan de portefeuillehouder om niet alleen een raadsinfo te doen. Voor diegenen die niet weten wat een raadsinfo is voor de kijkers. Dat is eenzijdige informatie ontvangen wij vanuit de organisatie. En dat zit. Je kunt niet discussiëren. Je kunt geen vragen over en weer stellen.
kunt die dingen wat scherper aanzetten. En dan vinden wij dat dat wel moet kunnen. En dat kan mooi op die 15e mei. Want wij willen gewoon weten, wat is nu de vaste kern, het minimum? Is dat 50%? Of is dat, als die mensen allemaal uit dienst gaan, waar ik net over had, dat 1/3 van het personeel en we gaan dat storten in de pot flexibel. Dat betekent dat je straks over een jaar of 8 nog maar 30% vaste kern hebt. En dat is het verhaal van, willen wij dat? Het zou best kunnen dat wij dat willen. Kan, maar dat weten we niet. En daar willen wij graag gewoon na 4 jaar eens met het college over discussiëren. Dat is eigenlijk het verhaal, voorzitter. We willen dus eigenlijk niet alleen maar geïnformeerd worden, maar ook over en weer kunnen discussiëren in zo'n bijeenkomst. Van, nou, wat is nou optimaal? Vinden we dit kunnen? Hoe zit het met betrokkenheid van werknemers? Zodat we een optimale en een situatie krijgen waar ook de werknemers goed mee kunnen leven. Voorzitter, tot zover. Goed, dank u wel meneer Elsinga voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan meneer Jonker. Ja, voorzitter, in aansluiting wat de heer Elsinga net ook al inbracht namens de GBT. 15 mei is er een gesprek wat dat betreft over en weer. En ik heb nog wel de behoefte aan wat dan de knelpunten zijn die er in dit huis dan zijn. Hoe groot moet die flexibele schil zijn? Wat beoogt u met die vaste kern? Want dat is mij nu niet duidelijk uit de brief, want die is dan wat onduidelijk over. Wel over de regierol, maar wat is daarvoor nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke know-how en welke capaciteit hoort daarbij? En dat, dat missen wij nu in deze brief. En ja, daar zouden we wel graag over geïnformeerd willen worden en daarover het gesprek aangaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. En dan tenslotte in deze beraadslaging, meneer Kadek, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan het college voor het aanleveren van de aanvullende cijfers. Het rapport van de Rekenkamer, het Rekenkameronderzoek, wij kunnen wat betreft de inhoud daar volledig mee instemmen. In de analyse had wat ons betreft, en misschien is dat ook mogelijk verder uit te werken voor de discussie 15 mei, ook wel wat meer in mogen gaan op de samenwerking met andere gemeenten, naburige gemeenten. Want ook dat is inhuurdeden, alhoewel dat een inhuur is die vaak goedkoper is dan inhuur afkomstig vanuit externe adviesbureaus. De raadsbrief roept daar, gaat daar wel op in, maar dan wordt er alleen gerefereerd aan de gemeenschappelijke regelingen waar Twente dan in deelneemt. En niet aan een gemeente als Almelo, Wierde, Tubbergen, etc. Nog even in reactie op het debat. De heer Elsinga bracht daarin dat hij van mening is dat een ambtenaar die voor 50.000 euro verloond wordt, dat hij als hij wordt ingehuurd de dubbele kost en dat je dus twee ambtenaren eigenlijk in vaste dienst aan kunt nemen tegen één ambtenaar die wordt ingehuurd. Dat is een discussie die rekenkundig is, laten we daar nu niet verder op ingaan, maar ik zou eigenlijk wel voor willen stellen om 15 mei daar wat meer helderheid in te geven. Wat kost de ambtenaar van gemiddeld 50.000 euro de gemeente? Want dan heb je het nog niet over de vakantietoeslag, de 13e maand, de pensioenlasten, de werkgeverslasten. En ik denk dat het getal wat er dan uitkomt veel meer vergeleken moet worden met wat kost dan de externe inhuur. En ook daar zou het wel prettig zijn, ook 15 mei, wat diepgaander inzicht in te hebben. Wat het CDA betreft voeren we dan de discussie overnieuw. Met name ook wanneer de gegevens over 2018 beschikbaar zijn. Dat is het eerste jaar waarin deze coalitie aan het roer van deze gemeente heeft gestaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat beeld er dan uitziet. En wat ons betreft willen we daar graag de discussie over voeren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, heer Kerdijk. Duidelijk wat uw wensen zijn. Nou, ik had geïnventariseerd en ik zie net in de dying seconds nog een vingertje. Kan het wachten tot de tweede termijn? Meneer Ruskamp, heeft u een brandende vraag aan het college? Dan mag dat, bij deze. Clementie, bij deze verleend. Aan u het woord. Voorzitter, dank voor uw clementie en dat u mij toch nog even de ruimte geeft om een korte reactie te geven. Als dit rekenkamerrapport één ding duidelijk maakt, is dat als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie en de personele bezetting, dat in deze organisatie en niet altijd, of deze organisatie, in dit huis, het niet altijd even duidelijk is geweest wat dan de rol van de raad is en wat de rol is van het college. En volgens mij wordt in dit rekenkamerrapport daar een goede aanzet voor gegeven hoe we dat wel helder kunnen krijgen. En volgens mij moeten we daar vooral ook het gesprek over hebben op 15 mei. En ik zou willen vragen om 15 mei, als we met elkaar
daar verder dan alleen maar over geïnformeerd worden, maar met elkaar daarover in gesprek gaan. En dat ben ik met het GBT eens. Dat het enerzijds moet gaan over inderdaad, waar gaan we met deze organisatie naartoe? En hoe ziet het college dat? Dus niet die heroriëntatie zoals dat in de raadsbrief wordt genoemd, maar de ontwikkeling van die organisatie. Enerzijds zou het daarover moeten gaan. Maar laten we het ook met elkaar hebben over de rol en de taak van ieder van ons daarin. Dus de rol van de taak van het college en wat erin ook de rol en de taak is van de raad. Want volgens mij moeten we het daar ook over hebben. Dus dat zou mijn vraag zijn voor en behoefte zijn voor 15 mei. En ik hoop dat dat ook mogelijk is. Dank u wel. Dank u wel, heer Reusen, voor de aanvullende vraag. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, mevrouw Van der Kolk. En op basis van de vraagstelling die net voor ligt, wil ik u alvast een overweging geven. Ik ga dan hebben de griffier over om in plaats van een raadsinfo dan een interactieve beeldvormende bijeenkomst te organiseren. Zou u daarop willen reageren? Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik sta hier eigenlijk met twee petten op. Laat ik dat maar heel duidelijk aan het begin van deze eerste termijn vanuit het college. Ik sta aan de ene kant als uw voorzitter om toch het besluit erdoor te geleiden met betrekking tot het rekenkamerrapport zoals het voor ligt. Met kennis te nemen daarvan en de aanbevelingen over te nemen. Dus dat is de ene kant, hè. En vervolgens ben ik ook portefeuillehouder, personeel en organisatie. En ik denk dat het goed is om met elkaar het gesprek, en hoe het dan ook heet, let daar ik helemaal aan in uw midden. Of nou een raadsinfo of een raads, weet ik wat niet meer wordt. Maar ik wil graag als portefeuillehouder met u in het gesprek over de toekomst van onze organisatie. Regie, verdere ontwikkeling van onze organisatie zal nooit stilstaan. En we zullen altijd antwoord moeten geven op de vragen die vanuit onze samenleving op ons afkomen. En dat blijft een proces waarbij we aan de ene kant, en dat wordt ook al aangegeven, een vaste kern nodig hebben. En afhankelijk van de ontwikkeling zal het ook weer verschillend zijn. Je kunt niet zeggen dat is status, dat is, hè, maar het zal ook dynamisch zijn. En vervolgens ook op de vragen en de opgaven die we hebben. Heb je iets in huis of moet je het op een andere manier organiseren? Dat blijft steeds een zoekproces waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. En ik denk dat het ook goed is om met elkaar te praten, het gesprek goed aan te gaan. Praat ik weer, klinkt een beetje flauw, maar ik bedoel tweezijdig ook, hè? Echt heel goed naar elkaar te luisteren. Welke rol heeft iedereen? En de heer Elsinga gaf het ook heel mooi aan. De doelen worden gesteld door u. Financiële kaders worden vastgesteld en vervolgens wordt de opdracht gegeven. Wordt uitgevoerd en wordt weer aan u teruggekoppeld. En u controleert weer of wij datgene gedaan hebben, wij, college, ambtelijk, wat u graag wilt en wat u ook heeft aangegeven. Laat ik daar maar echt heel goed het accent bij leggen. En ik heb er voorgenomen, toen ik ook net weer luisterde, 15 mei zullen we het gesprek aangaan. En ik wil ook van tevoren nog even een briefje, mailtje naar u doen. Van geef nou even aan waar u behoefte aan heeft om het gesprek ook goed te delen. Ik heb nu een aantal dingen gehoord, ga ik niet op in. De een zegt van ik wil daar graag over doorpraten, de andere dat. Om ook het goede gesprek op dat moment met elkaar te voeren. Waarvan we allemaal zeggen van ja, dat is nu de lijn die wij met elkaar willen. Dat helpt het college, dat helpt ons, de ambtenaren, om ook de goede dingen te doen. Om ook te weten van, dat is onze rol als raad, dat is onze rol als college. En samen gaan we ervoor om de goede dingen voor Twenterand te doen. En er worden allerlei cijfers genoemd. Waar we dat kunnen, zullen we cijfers aangeven. Maar je moet altijd heel erg ervoor waken geen appels met peren te vergelijken. Want u heeft natuurlijk ook in uw raadsbrief een staartje gekregen. He, van waar staat onze gemeente over gemiddelden van gemeenten over externe inhuur. Ja, dan zie je die cijfers en denk je, ik zou graag willen weten welke. Nou, de G4 is helder. Maar dan die andere groep. Wat is een regiegemeente? Wat is dat zijn en hoe hoog is een OZB? En hoe hoog is, je hebt heel veel vragen waar je met zo'n staartje geen antwoord op krijgt. Maar het gaat erom dat wij in Twenterand met elkaar de goede dingen doen. En ik beloof u dat wat ons betreft uit het college, wij echt graag met u het gesprek aan willen gaan. Goed naar elkaar luisteren. Goed weten wat ons bezighoudt. En hoe we met elkaar onze verantwoordelijkheid invullen.
Dat is even wat ik als portefeuillehouder ter voorbereiding op 15 mei gewoon met u wil delen. En ook, ja, u kunt natuurlijk allerlei toezeggingen eraan koppelen, maar u kunt vanuit gaan dat het gewoon gedaan wordt. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk, voor uw beantwoording op de vragen en de inbreng van de fracties in de eerste termijn. Ik kijk de fracties rond of er behoefte is aan de tweede termijn. Dat is het geval, meneer Elsinga. En aan deze zijde niet. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil de portefeuillehouder, de burgemeester, bedanken voor het antwoord. En ook dat wij inderdaad met elkaar in discussie gaan. En wij zullen zeker onze bijdrage leveren als het gaat van waar wij behoefte aan hebben, wat we willen weten. En ik hoop ook dat andere partijen daar ook in mee gaan doen. En dat het daarin ook de onduidelijkheid weggenomen wordt van hoe het in de toekomst verder gaat. Want het is bij ons best wel een discussie geweest, wat is de vaste kern en hoe groot moet die zijn. En nogmaals, je kunt het niet op een percentage koppelen, alleen je kunt wel een richting aangeven van waar wil je naartoe en is dat wel de richting. Dus wat dat betreft zien wij die interactieve raadsbijeenkomst, of hoe het ook heet, zoals de voorzitter het meldde, zien we tegemoet. En de gegevens daarna ook. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Elsinga. Dan concludeer ik, na uw bijdrage gehoord te hebben, dat de bijdrage van de portefeuillehouder bij u goed valt in relatie tot de oproep die ze doet. En dat daar ook door u op gereageerd zal worden. Die toezegging doet in ieder geval de GPD-fractie, maar ik ga er vanuit de andere fracties dat even zo zullen doen. Waar heeft u behoefte aan? U neemt het initiatief als voorzitter van de raad dat u de raadsleden uitnodigt, of de fracties uitnodigt om een reactie te geven. En dan kunnen we 15 mei, nou, laten we dan in het midden houden, maar we hebben wel een nota aangenomen ooit waarin interactieve beeldvormende ontmoetingen daadwerkelijk ook bestaan. Dus dat is niet iets wat we zomaar bedenken, maar dat is in de vorige raad al een keer aan de orde geweest. Hè, dat het in die vorm, binnen de contouren die de raad zelf heeft gesteld, ook een plaats zal kunnen krijgen. Dus daar zal de griffier met de voorzitter van de raad ook naar kijken hoe dat dan ingevuld moet worden. Goed, dat gezegd hebbende, geef ik in stemming het besluit wat voor ligt met betrekking tot de Rekenkamercommissie. Ik was hem hier al kwijt, maar ik neem aan dat u hem meegenomen heeft, volgens mij. Maar goed, ik heb een goede griffier, die heeft een kopie. En wij gaan een besluit nemen over de ter kennisname van het rapport van de Rekenkamercommissie, inclusief de aanbevelingen. Ik kijk de raad rond. En wie van u is voor dit voorstel? Dat is de GPT-fractie, ChristenUnie-fractie, CDA-fractie, SGP, PVV en PvdA GroenLinks, waarmee het voorstel unaniem is aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we verder met het andere agendapunt en dan geef ik mijn plaats weer af aan de burgemeester. Dank u wel. Dank u wel. De heer Smelt is ondertussen binnengekomen. Dank u wel dat u dit heeft willen voorzitten. Ook dat geeft mij wat meer ruimte om het op de goede manier ook af te werken. En ik ga naar agendapunt 14. Dat is het agendapunt met betrekking tot de Smithoek en de Mozaïek. Het voorstel vanuit het college. Ik geef de heer Kerkdijk als eerste het woord. Aan u het woord, meneer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Zoals in de debatbehandeling al aangegeven, juichen wij het voorstel op zich voor de exploitatie en ontwikkeling van de locatie Smithoek en de locatie Mozaïek toe. Het voorstel juichen we toe, de snelheid die het college daarmee wil maken ook. Maar zoals het in het voorstel staat, het zijn twee plannen die voor het eerst sinds jaren door de gemeente ontwikkeld worden. En we weten vanuit het verleden dat dat grote risico's op kan leveren. Ik wil nog even refereren aan het in 2015 uitgevoerde grondonderzoek, het onderzoek grondtransacties en het aanvullend onderzoek met betrekking tot de werking van het systeem van projectvoering en grondverwerving, het Rijnconsultonderzoek. In dat onderzoek, en we hebben daar uitgebreid in de raad van december 2015 over gesproken, is geconstateerd dat er sprake is van afwezigheid van controle binnen projecten en bij grondtransacties, dat de juiste checks en balances in de projectuitvoering ontbraken in het verleden, dat toelichting op collegebesluiten en op raadsbesluiten sumier onderbouwd werden, vooral de financiële onderbouwing of financiële gevolgen kort of niet omschreven werden en afspraken over rollen van de raad, het college en het ambtelijk apparaat niet herkenbaar in de praktijk waren. En we hebben moeten constateren dat in het nu voorliggende voorstel deze punten niet duidelijk naar voren worden gebracht. Er wordt niet duidelijk gemaakt hoe de constatering van dat onderzoek
hebben doorgewerkt in eigenlijk de eerste projecten die we nu zelf weer in ontwikkeling nemen. Dat zou een reden kunnen zijn om te amenderen en uiteindelijk vast te stellen dat het op deze manier niet kan. Maar zover willen we wat ons betreft niet gaan. Wij hebben een motie in voorbereiding die we afhankelijk van de reactie van de collega's en het college in tweede termijn zouden willen indienen. Want het is een motie, en ik zal de dikte hem even voorlezen, die oproept om beleid en procesafspraken in het kader van projecten en grondtransacties voor de gemeenteraad te ontwikkelen. Waar de volgende kenmerken in terug te vinden moeten zijn. In het kader van gemeentelijke projectontwikkeling dienen rollen en verhoudingen die spelen tussen de raad, het college en het ambtelijk apparaat transparant en toetsbaar te zijn en door de raad te worden vastgesteld. En als in het kader van projecten en grondtransacties ook andere gemeentelijke doelen gerealiseerd worden, dient de hiervoor benodigde financiële inspanning ter goedkeuring aan de raad te worden voorgelegd. En de financiële onderbouwing en mogelijke gevolgen van projecten dienen voorafgaande aan projecten indicatief aan de raad te worden voorgelegd. En dat is dus nu niet het geval. Daarom stellen we ook vast dat ten aanzien van de exploitatie en ontwikkeling van de locatie Smithoek en de locatie Mozaïek uiterlijk met de kadernota 2020 aanvullende informatie naar de raad moet ten aanzien van de financiële onderbouwing en mogelijke andere gemeentelijke doelen die binnen de projectuitvoering van beide projecten worden nagestreefd of gerealiseerd. En we geven aan dat het wat ons betreft met de kadernota moet. Het hoeft niet in de kadernota, want het kunnen ook vertrouwelijke gegevens zijn. Dat begrijpen we. We laten het aan het college over welke vorm daarvoor gekozen wordt. Maar we vinden dat de raad hier een duidelijke positie in heeft, mede als gevolg van de ervaringen die we tot 2015 hebben opgedaan. Tot zover, voorzitter. Ja, de heer Kerk, ik heb eerst nog een vraag. U geeft een heleboel punten aan vanuit uw motie. Heeft u nu de motie ingediend? Of zegt u van, ik verwacht een reactie op een motie die ik niet ingediend heb. Ik verwacht van de andere fracties gewoon een reactie op mijn inbreng. Want anders wordt het niet erg duidelijk, dus vandaar mijn vraag even aan u. Dank u, voorzitter. Wat we bedoelen is, we willen eerst de reactie van de collega's afwachten in eerste termijn en de reactie van het college in eerste termijn. Want het is, we willen geen vertraging in deze twee projecten. Het zijn projecten die belangrijk zijn voor Vriezenveen en Den Ham. En wat ons betreft moet dat doorgang vinden. Maar we vinden wel dat met name de conclusies van het onderzoek grondtransacties en het onderzoek rond de werking van het systeem rond projectontwikkeling, dat daar wel aandacht, heel duidelijk aandacht voor moet zijn. Dus afhankelijk van de beantwoording eerste termijn kom ik er in de tweede termijn op terug of we deze motie in gaan dienen. Overigens wordt die ingediend in ieder geval al mede namens de SGP. Dat was ik nog vergeten. Ja, nou ja, ik ben daar heel zuiver in. Je hebt de motie ingediend of je hebt de motie niet ingediend. U heeft hem niet ingediend. En het is aan elke fractie vrij om een reactie te geven, wel of niet op uw inbreng. En het is aan het college om een reactie te geven op uw inbreng. Even voor alle duidelijkheid. Want anders krijgen we gewoon onduidelijk en dat wil ik gewoon niet in een proces wat hier voor ligt. Mag ik u nog een vraag stellen? Ja, mag. Is het inderdaad toegestaan die motie desgewenst in tweede termijn in te dienen? Staat u dat? Nee, okay, dat mag altijd. Ja. Nee, u mag op elk moment. Alleen, dan geeft u weer het eerst het woord, dus dat helpt natuurlijk wel. Ja, dat zijn toch regels die we met elkaar afgesproken hebben. Dat mag altijd, maar ik probeer duidelijk aan te geven. U heeft nu het ingediend. Dus als een fractie het allemaal niet meer weet, al die punten, dan geven ze misschien niet of wel op al die punten een reactie. Of zeggen ze, we wachten de reactie van het college af. Kan natuurlijk ook. Oké, de heer Jonker heeft de vragen nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Die duidelijkheid ben ik ook even naar op zoek. Eens met uw motie, u hebt hem al eigenlijk al wel gedeeld. Nee, die motie maakt geen onderdeel. Meneer Jonker, even voor alle duidelijkheid. Ja, maar, de motie is niet ingediend, maakt geen onderdeel uit van de discussie ook. Even voor alle duidelijkheid. Maar hij maakt wel onderdeel uit van het verhaal wat de heer Kerkdijk inbrengt in zijn eerste termijn. Dit voorstel wat er nu voor ligt, mist een aantal cruciale gegevens. Wat is dan het oordeel van het CDA-fractie? Als die gegevens er niet komen, ben je dan voor of tegen? Want ik moet me daar wel op voorbereiden in de termijn straks om een goede reactie te geven op het CDA. Oké, ja. Meneer Kerkdijk, u gaat over uw eigen woorden, dat u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit vraagt wat het CDA betreft een principiële benadering. En dat klinkt misschien wat bijzonder, maar we hebben de ervaring opgedaan in 2015. Degene die toen in de raad zat, weet dat het een uitermate moeilijke periode is geweest. En ik denk dat we wat dat betreft de lijn door moeten trekken als het college uiteindelijk zegt nee, we kunnen daar niet aan voldoen, we willen daar niet aan voldoen, maar ik laat het even aan het college over. Dan zullen wij uiteindelijk tegen het voorstel stemmen.
Hoezeer ons dat ook aan het hart gaat, maar wij vinden toch dat de positie van de Raad, als het gaat om projectontwikkeling, grondverwerving, etc., daar hebben we een rapport voor uit laten brengen. Dat heeft heel veel geld, heel veel energie en heel veel slapeloze nachten gekost. Dan moet je daar ook wat mee doen. Dank u wel voor uw reactie. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Wilt u in eerste termijn het woord? Dan ga ik gewoon zo rond. Want dan sla ik niemand over. Dat is in mijn valkuil. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De inbreng van het CDA net over het ontbreken van de cijfers, daar is ook onze huivering. Wij kunnen daarmee niet goed de zaak beoordelen en we hebben inderdaad een verleden en we hebben daardoor niet de een weloverwogen besluit kan ik niet van harte nemen op basis van dit voorstel. En we juichen de bouwplannen toe, maar de argumenten die het college heeft gegeven, meer regie op kwaliteit en meer snelheid, dat onderstrepen we allemaal, maar dat betekent niet dat je dat dan ook maar aan jezelf moet. Dat kan ook de markt naar onze beleving ook heel goed zelf. En dan kun je ook de vinger aan de pols houden. En ik heb het in het raadsdebat ook gezegd, schoenmaak blijft bij je leest. En ik denk dat het nog steeds zo is, voorzitter. En dat was in de eerste inbreng van de SP-fractie. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Voorzitter, ja, het begint een beetje een tendens te worden. Gemeentes die op de stoel gaan zitten van ondernemers. We zien aan het zonnepark 14 miljoen subsidie. Dan is het pas een business case. En we zijn toch ook een beetje bang voor het feit dat de gemeente hier ook op de stoel van de markt gaat zitten. En die kennis is vaak niet in huis. En we zien ook in andere gemeentes, maar ook in de provincie, hoeveel miljoenen dat kan gaan kosten. Maar we wachten voordat we beslissen, voorzitter, eerst het verhaal van het college af. Dank u wel. Dan de heer Reus, kan u het woord, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het voorstel zoals dat er nu ligt, dat heeft onze steun. We zijn het ook eens met de argumenten van het college waar het gaat om de regie zelf ter hand te nemen. We hebben begrepen, als het gaat om de gronden, zijn ze al in bezit van de gemeente. Dus dat kan ook een goede reden zijn om het op deze manier verder op te pakken en te gaan ontwikkelen. Wat betreft de inbreng van het CDA en het overwegen van wellicht het indienen van een motie. Wat ons betreft is de punten die worden genoemd door het CDA. Volgens mij is het college sowieso verplicht om naar ons toe te komen als het om dit soort zaken gaat. Om met voorstellen te komen richting ons. Dus wat ons betreft is dat niet nodig, want ik verwacht gewoon van het college dat ze dat doen. Dat behoren ze ook te doen. En in dit raadsvoorstel daarnaast gaat het om een voorbereidingskrediet. Dus op het moment dat het voorbereidingskrediet opgepakt wordt, uitgewerkt wordt, komen daar voorstellen uit waarvan ik verwacht, en zo hoort het ook, dat het college ook weer terugkomt bij ons. Dus wat ons betreft wordt hier iets voorgesteld waar een vervolg op komt en waarin deze raad ook nog een nieuw voorstel gaat komen. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, college, ga aan het werk. Maak daar wat moois van. En we wachten de vervolgtrajecten af. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Laarman, namens gemeentebelangen Twente Rand. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, wij vinden het prima dat het college deze inbreidingslocaties zelf voortvarend oppakt en gaat ontwikkelen. Over het algemeen zijn inbreidingslocaties duurder dan uitbreidingslocaties. En wanneer daar nog een project aan ontwikkelaar aan te pas komt, dan wordt dat alleen maar kostenverhogend. En een projectontwikkelaar wil zelf ook geld verdienen. Dus kostenverhogend voor de inwoners die eventueel een woning daar willen bouwen. Ten aanzien van het ingebrachte van het CDA, het volgende. U gaat nadrukkelijk in op de grondtransacties en de uitwerking van het onderzoek van 2015. Op zichzelf is dat bijzonder dat hier het CDA nu mee komt. Omdat al decennia lang het CDA zelf verantwoordelijk was voor de portefeuille grondzaak, dus ook in 2015. Dat hier destijds in de afhandeling van grondzaken fouten zijn gemaakt en dat hier leerlingen uit moeten trekken, dat is duidelijk. En we hebben destijds, dat klopt, de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. We hebben er veel discussies over gehad, maar verwachten ook dat dit nu bestaand beleid is. Maar we vinden het goed dat u er ons aan herinnert, maar verwachten dat het gewoon bestaand beleid is en uitvoering aan wordt gegeven. Maar ten aanzien van deze projecten hoeven we praktisch geen grond aan te kopen. Dus op zichzelf is het alleen maar bouwrijp maken.
Precies. Want ze zijn al in bezit van de gemeente. En er wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd, wat in het verleden wel eens vaker gebeurt. We hebben vertrouwen in dat dit college en het ambtelijk apparaat tijdens tijdig en relevant van informatie voorzien. En er valt ook een financiële onderbouwing onder, zoals ook de heer Reuzen al aangaf. Maar we zullen het antwoord van de wethouder afwachten. Maar vooralsnog vinden wij een aangekondigde motie, zoals u die net heeft aangekondigd, overbodig. De heer Kerkerk heeft vragen. Nu de heer Kerkdijker nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het roept de vraag op of u de onderbouwing die in dit voorstel zit, het beschikbaar stellen van 450.000 euro is, op de blauwe ogen. We gaan het ontwikkelen en u ziet wel wat eruit komt. Dat vindt u, uit uw kaderstellende rol als raadslid, vindt u voldoende? De heer Laarman, aan u het woord. Ja, dat vinden wij voor het eerst voldoende, want wij verwachten dat de wethouder terugkomt. En in het verleden, toen het CDA in het college zat en daar de wethouders voor leverden, hebben we dat diverse malen gedaan op die manier. We hebben eigenlijk heel vaak zelf ontwikkeld. Alleen Vroomsoop-Oost hebben we niet zelf ontwikkeld. Zuidmaarten heeft de gemeente zelf ontwikkeld en gaat nu ook verder met zelfontwikkeling. Nog een aanvullende vraag, de heer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Ja, klopt wat u zegt. En het CDA was daar ook verantwoordelijk voor. Hè. We hebben die verantwoordelijkheid genomen en we voelen de gevolgen nog steeds. Dus dat weet u ook. Maar bent u niet eens met ons eens dat we daar lering uit moeten halen? En dat uit die lering getrokken moet worden dat we in ieder geval de projectvoering, niet de grondtransacties, want dat is in dit geval gebeurd, de projectvoering en de projectontwikkeling, dat op een gedegen manier met de lering die we destijds in 2015 en de leerpunten die we hebben vastgesteld, invulling had moeten krijgen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Laarman, aan u het woord. Ja, dat heb ik net ook gezegd. Dat we daar leerlingen uit moeten trekken en verwachten ook dat het nu bestaand beleid is. Dat er nu beleid gevoerd wordt zoals we toen die aanbevelingen hebben overgenomen. Ja, nog een laatste aanvullende vraag en dan loopt de heer Veldmeijer al heen. Dus u nog, meneer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Dus het GBT constateert dat dit plan voldoet aan de uitgangspunten die in 2015 uit het grondtransactieonderzoek en de projectwerking is gekomen. U vindt dat het voldoende wordt ingevuld? De heer Laarman. Wij geven nu een voorbereidingskrediet en verwachten eigenlijk dat er een terugschakeling komt met voldoende cijfers en onderbouwing. Wij zullen ook de antwoorden van de wethouder afwachten. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn collega willen vragen. Hij noemde net dat dit de methode is om de prijs te drukken, waardoor we besparend bezig zijn. Verwacht het GBT, voorzitter, via u, dat er geen meer kosten zullen komen, omdat we waarschijnlijk de know-how niet in huis hebben om het zelf te doen. En we wellicht externe inhuur, we hebben het er vanavond over gehad, moeten gaan doen. Kunt u daar antwoord op geven? De heer Laarman. Jawel. Ja, in het verleden hebben we dat zo gedaan. Zuidmaarten is een mooi voorbeeld. Daar heeft de gemeente ook zelf gedaan en ontwikkelt nu ook verder. Dus ze kunnen het best wel. Vroomsoop-Oost is uitbesteed aan projectontwikkeling. Ook Frieseveen heeft men in het verleden zelf ontwikkeld. Dus op zichzelf zijn er genoeg voorbeelden. Ook Westeraa, alhoewel dat wat minder loopt momenteel en ligt waarschijnlijk aan de prijs daar. Oké. Okay. Nog een laatste aanvullende vraag, meneer Veldmeijer. De heer Lama noemt dan voorbeelden van projecten waar we het zelf hebben gedaan in het verleden, waar het uitbesteed is. En u vertelde dat dit nogmaals een manier is om de kosten te drukken. Is dat ook gebleken uit projecten die u net zelf aanhaalt? Heer Lama, aan u het woord. Met Zuidmaarten, et cetera. Maar ik wou nog iets bij zeggen, maar dat komt nog. Ik vind het belangrijk dat we het zelf in de hand houden en dat we daar zo mogelijk de kosten drukken en zo goedkoop mogelijk de kavels aan onze inwoners kunnen aanbieden. En tegen concurrerende prijzen met de omgelegde gemeen. Laatste aanvullende vraag. Ja, dat vroeg ik niet, voorzitter, sorry. Ik vroeg, u geeft twee voorbeelden aan. Een voorbeeld waarbij de gemeente Twente Rand zelf de regie heeft gepakt en een voorbeeld waarbij het uitbesteed is aan een projectontwikkelaar. En u opende uw betoog met het feit dat we dit nu doen om kosten te besparen. Dat betekent dat u met de ervaring die u heeft met het project in het verleden mij kunt overtuigen van het feit dat toen we het uitbesteed hebben, dat er toen meer kosten zijn gemaakt dan toen we het zelf hebben gedaan.
Want ik neem aan dat u uw eigen stemgedrag ook mede daarop baseert, op die ervaring in het verleden. Heer Laarman, aan u het woord. Zoals ik aangeef, een projectontwikkelaar die doet het niet voor lol, die wil ook geld verdienen en die, zal dat ook, die moet dat ook opcenten tussenweg halen. Dus dat zal vaak kostenverhogend zijn. Dat is mijn conclusie. Voorzitter, constateer dat geen antwoord. U kunt natuurlijk nog een keer herhalen. Nog een keer de heer Laarman gaat over zijn eigen antwoorden. En ik geef de heer Laarman vervolgens het woord om zijn betoog te vervolgen. Ja, door deze locatie zelf ontwikkelen hou je de snelheid in de hand. Je houdt zelf de regie, kwaliteit en diversiteit op voor deze beeldbepalende locaties in deze twee kernen, Den Ham en Friesveen. En de kavelprijs is ook niet onbelangrijk. En gezien de belangstelling en de vraag die momenteel is, zien wij eigenlijk geringe risico's. En ik wil afsluiten met dezelfde woorden die ik in de raadsdebat ook heb gezegd van wethouder. Succes met deze twee projecten. En het succes zal afhangen van een aantrekkelijke kavelprijs. Succes ermee. Dank u wel. Dan geef ik de heer Smelt het woord. Ja, dan ben ik helemaal rond. En dan geef ik het woord aan wethouder Koster. Heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. De ChristenUnie-fractie zal dit willen beoordelen op basis van nuttig, nodig en noodzakelijk. En u weet vast nog wel dat wij bij de begrotingsbehandeling een motie indienden die ging over harde plannen, woningbouw, bedrijfskavels en het exploiteren daarvan. We voerden een campagne. In de voorbereiding naar de periode hebben we heel goed de vinger kunnen leggen bij het feit dat er een enorme behoefte is. Nou hebben we hier een voorstel voor liggen waarin het college eigenlijk uitvoering geeft door harde plannen voor te bereiden en die in dat opzicht ook prima beantwoorden aan de kader die wij meegaven aan uw college met betrekking tot die motie. Dus het is nuttig om uiteindelijk die voorbereiding te doen. Het is ook noodzakelijk. Als ik u vertel hoe de vraag is, en het college moet straks zomaar antwoorden en reageren op die vraag uit de markt, dan kunt u ook beoordelen dat het goed is dat het college een stap vooruit zet. Maar toch heb ik behoefte om even terug te gaan naar 2015, maar zeker ook waarin het college aangeeft met dit besluit af te willen wijken van het grondbeleid. Locatie Smidhoek, dat gaat sec om de actieve grondpolitiek. Maar gegeven de vraag, gegeven de locatie die in bezit is van de gemeente, achten wij het risico zoals dat grondbeleidrapport ons omschrijft, met daarbij de voorwaarden, minder zo niet nihil van toepassing op dit voorstel. En als je dat dan afweegt, dan is snelheid in het proces, de vraag beantwoorden, maar ook voortgang boeken, vele malen valider dan de vragen die hier ter linkerzijde gesteld worden. Als ik u vertel dat wij in de markt zien een beweging waarin gemeenten dit heel prima kunnen, maar ook platforms die de gemeente daarbij faciliteren, dan hoeven daar inderdaad niet die dure projectontwikkelaars op te zitten. Dan kunnen de opzetten die daarmee verdiend worden op een hele slimme manier door het college voorbereid worden en ambtelijk ondersteund. Daar is prima ondersteuning voor en ik acht het college prima in staat om daar de juiste combinatie voor te maken. Dus als we dan het afbellen van wat ligt hier nu, dan ligt hier wat ons betreft een voorstel waarin het college vraagt, geef ons nu wat krediet om de voorbereiding van die exploitatie mogelijk te maken. We hebben maximaal 62.000 en 115.000 euro nodig. Dan kom ik bij u terug, want ik was voorzitter van uw raad en ik heb de aantekening nog even teruggelezen, waarin de wethouder expliciet aangeeft, dan kom ik bij u terug. Dan vind ik dat wij hem de college de gelegenheid moeten geven om die voorbereiding te doen, juist vanwege de behoeftevraag in onze gemeente. En laten we daar alsjeblieft de ogen niet voor sluiten, collega's. Laten we het college het voordeel geven hierin om hier voortvarend aan het werk te gaan. Dat is wat mijn fractie graag wil. Vandaar ook de motie en vandaar ook die pleidooi om dit voorstel als raad gewoon unaniem aan te nemen. Want u wilt toch ook voor onze gemeente en voor onze inwoners een prima kavel kunnen aanbieden. En die marktvraag is groter dan we nu hebben. Dus ik zou zeggen, laat het college daar voortgang mee maken. Dank u wel. De heer Jonker heeft de vraag nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Smelt, eens, hè, nuttig, noodzakelijk, maar als je inderdaad de zaak afbelt, gaat het hier om, moeten we dat zelf doen of kunnen we dat beter aan de markt doen? En als we het collegevoorstel zien, dan geven ze twee argumenten om het zelf te doen. Dat is op de kwaliteit en op de snelheid.
Maar dan heeft het niet verder over wat dan nou exact, dat zou de markt toch veel beter kunnen als bijvoorbeeld dat de gemeente dat zelf zouden moeten doen. Je kunt daar ook een prijs vragen of zo voor uitreiking. Bijvoorbeeld wat ook in Vroomshoop gebeurd is met een ontwikkeling van een mooi appartementencomplex. Daar denk ik van, moeten wij daar onze ambtelijke inzet voor plegen? Of moeten we dat zelf doen als ondernemer? Of de markt. Iedereen is erover eens dat er zo snel mogelijk gebouwd moet worden. Dat er kwalitatief goed gebouwd moet worden. Maar de vraag is dan, kies je dan voor de regio uit dit huis of laat je dat aan de markt over? En ik denk dat we dat ook aan de markt kunnen overlaten met een pakket aan eisen en wensen. De heer Smelter, nu het woord. Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zoals ik het u hier bepleit. En ik geef u aan dat snelheid, wat ons betreft, dan een grotere privilatie verdient dan wat u zegt met een extra partij erbij. Ik geef ook aan, en dat heb ik al eerder aangegeven, er zijn voldoende partijen op dit moment die zeer geïnteresseerd zijn om het college, CQ, de gemeente te helpen op een wijze waarin ze makkelijk hun kavels kunnen vermarkten. En dat hoeft helemaal niet zo vreselijk veel geld te kosten. Dus ik denk dat u de kans ook moet pakken nu om onder het huidige stemte, waarin de economie goed is, volop draait, het college graag wil, wij graag willen als raad en voor onze inwoners mogelijkheden creëren, dat we geen remmen zetten op het proces. Het enige wat het college verwacht, dat ze het zorgvuldig doen, dat ze het transparant doen en dat ze het lering hebben getrokken uit hetgene wat in het grondbeleid in die noten staat. En ik hoed mij er ook voor en ik weet zeker dat ook de gemeentesecretaris daar vanuit zijn expertise ook zeer nadrukkelijk in mee zal kijken dat het proces ook goed verloopt. En daar heb ik vertrouwen in. En daarom geef ik ook aan dat mijn fractie dan ook kiest voor snelheid, gecombineerd met vertrouwen. En als het de college dat vertrouwen schaadt, dan hebben we een hele andere discussie. Maar daar heb ik op dit moment geen enkele aanleiding voor om dat te veronderstellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Koster. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel ook voor de inbreng van de diverse fracties. Ik denk dat de heer Smelt de spijker op de kop slaat. De reden om te komen met dit voorstel en om ook zelf hierin de regie te pakken is de snelheid. En waarom willen we die snelheid erin brengen? Omdat inderdaad de vraag groot is. Ik kan u verzekeren dat niet alleen ambtelijk, maar ook via de mail mij allerlei verzoeken bereiken van inwoners van deze gemeente, waarin zij vragen van wanneer kunnen we daar aan de slag? Het gaat om de vaart erin houden. Eigenlijk, het voorstel wat voor ligt, het is het aanvragen van voorbereidingskrediet en om het zelf te gaan doen, om die vaart erin te houden, ook regie te houden op de kwaliteit. Zojuist gezegd hebbende dat er veel belangstelling is voor kavels. Het risico is minimaal. En de vraag om een voorbereidingskrediet, en dan kom ik richting CDA-fractie die zegt van ja, wij willen toch wel van tevoren graag weten hoe dat financiële plaatje eruit ziet. Ja, dat is de reden waarom we het voorbereidingskrediet aanvragen. We willen een stedenbouwkundig ontwerp maken, we willen een verkavelingsplan maken, bestemmingsplan. En dan komen we bij u terug en dan weten we helder wat het kostenplaatje is. En uiteraard beogen wij als college om daarin zo transparant mogelijk naar uw raad te zijn en om u daar ook volledig in mee te nemen. Ja, de heer Jonker heeft de vraag. Nu de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. De wethouder geeft een paar keer aan snelheid, daar zijn we helemaal voor. Kunt u ook aangeven wanneer dat voorstel dan naar de raad komt? Kunt u daar al een kijkje in geven? Want als u echt snel wil, dan verwacht ik volgende week misschien wel een voorstel. Nou, laten we eventjes reëel zijn. Dat vind ik ook in onze woorden naar elkaar toe, vind ik dat we dat wethouder, even wachten. We moeten ook beschouwen in dit soort opmerkingen dat we elkaar serieus nemen. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan daar geen datum noemen, geen reële datum. Ik kan u wel zeggen dat wanneer we het extern zouden zetten, dat we waarschijnlijk een half jaar vertraging oplopen. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb verder, en ik wil nog even kijken, maar volgens mij zijn er verder geen concrete vragen naar mij gesteld. Dank u wel. Dus dat was het. Dan ga ik over naar een tweede termijn. En ik kijk naar de heer Kerkdijk.
in tweede termijn aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, in zijn algemeenheid moet je leren van het verleden. En we hebben in eerste termijn al vastgesteld dat dit voorstel in ieder geval niet aan de constateringen en de daaruit afgeleide verbeteringen voldoet die vanuit het grondonderzoek en vanuit omgaan met projecten naar boven is gekomen. Aan de andere kant, wij willen ook geen vertraging voor de Smithoek en Mozaïek. En we vinden overigens de visie dus voor de ontwikkeling van de twee locaties prima. Alleen de stuur op kwaliteit en snelheid vinden we wel uitermate risicovol. En nogmaals, ik heb al aangegeven, kosten, opbrengsten, maar ook de bijdrage aan andere gemeentelijke doelen wordt niet duidelijk gemaakt. En dan moeten we er maar vertrouwen in hebben dat dat bij de verdere projectuitwerking aan de raad zal worden voorgelegd. Maar ja, wat is dat dan nog een kaderstelling? Want dan staat het plan er al. En hebben wij daar geen positie in gehad? En ik vind het ook jammer te moeten constateren dat de GBT-fractie zich daarbij neerlegt. In tweede termijn toch nog één vraag. Hoe zit het met de termijn? De wethouder gaf net aan dat een externe ontwikkeling in ieder geval een half jaar zou duren. Kunnen we het vaststellen dat de doorloop, wanneer we dat intern oppakken, minder dan een half jaar bedraagt? Kunt u daar een inschatting van geven? En voor wat betreft de motie, het is een beetje een dilemma, want we kunnen hem inbrengen en dan zitten we nog 5 minuten langer te vergaderen, maar we weten het resultaat al. En dat, daar word je, bij die gedachte word je niet altijd even vrolijk. Dus ik wil straks even ruggespraak houden met de collega van de SGP en de PVV, die inmiddels ook mede in dienst, hoe we daarmee omgaan. Dus als u mij die ruimte nog even zou willen gunnen. Je doet maar. Ja, nee, ik zit even heel diep na te denken, soms doe ik dat. Want ik zou me willen voorstellen dat u zometeen schorsing aanvraagt, dat u dan het overleg heeft, dat u dan na de schorsing aangeeft wat u met elkaar besloten heeft. Want het is natuurlijk ook een motie, gaat niet alleen over we willen hem indienen, maar we weten dat hij, dus we dienen niet in. Hè? Dat is uw eigen overweging, maar ik denk dat we zo niet met elkaar omgaan. U overlegt, en de heer Smelt heeft de eerste vraag, en u geeft zelf aan wanneer u wilt afgerond bent met uw eerste, tweede termijn, dan schorst u en dan horen we na de schorsing wat u met elkaar besloten heeft. De heer Smelt, aan u het woord. Fijn, dank u wel, voorzitter. Want ik ben naar de interruptiemicrofoon gekomen op het moment dat meneer Kerk vrij snel uitsprak, dan staat het plan al. Ik ben echt geïnteresseerd in de waardering die u daarvoor heeft in de vraag. U zegt net tegen het college, de snelheid en de uitvoering van plan, daar ziet u risico's in. En u bent eigenlijk bang, als ik u goed begrijp, dat het college een plan maakt die onherroepelijk voor u is. Is dat wat ik goed begrepen heb, ook in de voorbereidende motie die u rondgestuurd is, maar nog niet in heeft gediend? Is dat het risico wat u wilt afdekken? De heer Kerkdijk, nu het woord. Dank u, voorzitter. Ja, dat is inderdaad de situatie. Want op het moment dat er een concreet plan ligt, uitgewerkt en wel, waarschijnlijk met externe capaciteit, en er is 4 ton in verspijkerd, dan moet je van goede huizen komen om daar nog wat van te vinden en de nodige wijzigingen in aan te brengen. En nogmaals, we hebben het over een kernontwikkeling, Frieseveen, de Mozaïek, gelegen naast dit gemeentehuis. De vraag is gewoon welke andere gemeentelijke doelen daar nog in meegenomen kunnen worden. Ik denk dat daar de kaderstelling van de Raad gewoon voor nodig is. We hebben het over een kernplan voor Den Ham. Hetzelfde verhaal, ook andere gemeentelijke doelen spelen daarbij een rol. En we laten dit volledig over aan een externe partij. We weten zelfs niet wat het opbrengt. We zeggen alleen, het kost 4 ton en wees maar gerust en geloof ons op onze blauwe ogen. Nou, dat gaat ons gewoon verder. De heer Smelt, toch een aanvullende vraag? Ja, ik begrijp wel waarom de heer Kerdijk dit stelt. Maar als we kijken naar een beeldkwaliteitsplan die er is, of u zegt van ik wil het college zeggen, we moeten een specifiek beeldkwaliteitsplan voor deze ontwikkeling maken, dan moet die terugkomen naar de raad. Hè? Want dat kan het college niet zelfstandig besluiten. Dus ik ga ervan uit dat het college dat dan ook keurig netjes doet. Dus misschien in deze termijn, het is maar een handreiking, ook voor vanwege de snelheid, kunt u het college dan vragen om een toezegging te doen met welke punten ze dan terugkomt in de raad. En dan kunnen we die afweging samen maken. Oké, de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter, en met dank aan collega Smelt. Want dit zou wat ruimte kunnen bieden in onze positie. Dus als het college daar straks op zou willen reageren, heel graag. Ja? Ja, dan begrijp ik. De heer Laarman heeft nog een vraag. Dan begrijp ik dat u eerst schorst. Ja, ik probeer toch een beetje regie in dit debat te houden. Anders wordt het helemaal chaos.
De heer Laanman heeft een vraag, dan gaat hij schorsen. Gaat u kijken hoe u verder gaat. Ja, ik heb nog een vraag aan u het woord. Naar aanleiding van de inbreng van de heer Smelt. Van, als u het aan projectontwikkeling overlaat, denkt u dat u daar nog enige inbreng heeft? Denkt u dat u daar nog enige zeggenschap heeft? Ik heb dan totaal geen vertrouwen in. Juist dat het ons eigen college dat gaat doen. Die neemt ons mee en die neemt mee in die projectontwikkeling. En volgens mij heb je meer inbreng en kun je meer veranderen als bij projectontwikkeling. De heer Kerkdijk, nu het woord. Dank u, voorzitter. Nee, dan zouden we dezelfde benadering gekozen hebben. Ook dan eerst kaderstelling van de raad. Eerst informatie voordat u überhaupt een keuze wordt gemaakt, projectontwikkeling of intern. Okay, dank u wel. Dan schorst u. Hoe lang wilt u schorsen? 3 minuten. We schorsen. 3 minuten. Goed, ik verzoek u allemaal weer uw plaatsen in te nemen. Want we vervolgen het debat. Ik kijk even of de portefeuillehouder aanwezig kan zijn. Ja, de portefeuillehouder is er. Dan kijk ik naar de heer Kerkdijk, die schorsing heeft aangevraagd. Ja, een beetje gestimuleerd door mij natuurlijk. Maar ja, u moet reageren op wat u in die schorsingsperiode heeft gedaan. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Wij hebben ons gebogen over de vraag wat we met de motie doen. Die zullen wij niet indienen. We zullen wel bij stemming de stemverklaring afgeven wat ons standpunt is. Dank u wel. Dan ga ik verder met mijn tweede termijn, de heer Jonker. Wilt u tweede termijn, de heer Veldmeijer, de heer Reusken, tweede termijn, de heer Laarman, tweede termijn, de heer Smelt, tweede termijn. Dan sluit ik de bespreking en ga ik over naar... Sorry. Moet het college nog een reactie geven? Ja, sorry. Ja, de interruptie die ik met de heer Kerk had, die lijkt niet op de beantwoording, denk ik. Sorry, mijn excuus. Ik was te vlug. Wethouder, aan u het woord. Ja... Ik word heel goed geholpen nu voor aan het eind van de avond. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik veronderstel wel dat ik vanavond vroeg in huis zou zijn, maar dat gaat dan over. Er is vanavond alweer veel gezegd over het simpele feit dat we een voorbereidingskrediet aanvragen. Laat ik even schetsen hoe ik vroeger ging, voordat we het grondonderzoek hadden. Dan werd er helemaal geen voorbereidingskrediet aangevraagd. Dan werden de kosten gewoon betaald door het grondbedrijf. Het feit dat we bij uw raad komen om een voorbereidingskrediet aan te vragen, geeft al aan dat we in deze gewoon zo transparant mogelijk willen zijn. En de heer Smelt vroeg van, ja, op welke punten komt het college dan terug naar de raad? Nou, op diverse momenten. Wij gaan sowieso met als een raadsinfo gaan we u daarover informeren. Wij komen bij u terug als het gaat over een beeldkwaliteitsplan. Wij komen bij u terug als het gaat over het vaststellen van het bestemmingsplan. Dus ja, wij houden u zeker op de hoogte. En dat doen we ook zo spoedig mogelijk. De vraag waar het hier eigenlijk om gaat is, en de heer Laanman gaf dat min of meer in zijn betoog aan, van waar wil je nu voor gaan? Wil je nu gaan voor winstmaximalisatie of wil je gaan voor kwaliteitsmaximalisatie? Wij kiezen voor het laatste. De risico's die je daarin loopt, ja, die achten wij nagenoeg nihil. Waarom? Wij hebben geen aankooprisico's. De gronden zijn in ons bezit. Dus... alles samenvattend denk ik dat wij de markt, de inwoners van onze gemeente, zeer goed tegemoet komen doordat we hen de mogelijkheid bieden zelf de kaart van ons te kopen, zelf een bouwonderneming te kiezen en daarmee de vaart erin houden. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. De heer Veldmeijer aan u. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen. Hoorde ik de wethouder nou zeggen, de markt, dus de inwoners? Ja, het is net hoe u het invult natuurlijk, maar ik bedoel de inwoners die een perceel CQ willen gaan bouwen. Ja, die vraag die bereikt ons. Dank u wel. Nog een tweede vraag, de heer. Ja, zo praten ondernemers ook over markten en doelgroepen. Tweede vraag, voorzitter. Waarom is het niet mogelijk geweest, bijvoorbeeld voor het college, om ons echt te overtuigen dat u op de goede lijn zit, dat u bijvoorbeeld een staartje had gemaakt. Dit zijn de kosten wanneer we het zelf doen.
dit zijn uiteindelijk de kosten wanneer het door een extern bedrijf laat doen, een projectontwikkelaar. Waarom heeft u dat niet gedaan? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik geloof dat ik in herhaling ga vallen wanneer ik zeg dat het voorbereidingskrediet juist bedoeld is om dat inzichtelijk te krijgen. Dus als de heer Veldmeijer dat niet begrijpt, ja, dan ligt het waarschijnlijk aan mijn vermogen om u dat duidelijk te maken. Maar ik veronderstel dat toch verschillende aanwezigen het wel begrepen hebben. Dank u wel. Een allerlaatste vraag, meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dus ik hoor de wethouder zeggen dat het voorbereidingskrediet is, zodat u ons dadelijk een staartje gaat doen toekomen. Dit zijn de kosten omdat we het zelf hebben gedaan of gaan doen. En dit zijn de kosten als we het uitbesteden aan een externe partij. Daar is dat geld voor bedoeld, zegt u. Wethouder, aan u het woord. Nee, daarvoor is het niet bedoeld. Het voorbereidingskrediet is ook bedoeld om uiteindelijk u als raad mee te nemen en te zeggen van het hele project, dit zijn de kosten, dit zijn de baten en zo gaan we het doen. En geen vergelijking met de externe. Helder. Ik kan nu wel de beraadslaging sluiten, dankzij uw ondersteuning. Ik ga naar de stemming. En ik vraag eerst of iemand een stemverklaring wil geven. De heer Kerkdijk, u geeft de stemverklaring. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Een stemverklaring mede namens de fractie van de PVV en SGP. Vooropgesteld, wij willen geen vertraging in de uitvoering, maar het college en ook deze discussie in de raad heeft ons niet overtuigd. Helaas wordt er alleen teruggekeken en niet naar de toekomst en wordt er niet geleerd van het verleden. Dat vinden we bijzonder jammer en daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen. Dank u wel. Dat is uw stemverklaring namens SGP en PVV. Verder geen stemverklaring, dan geef ik het voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? Gemeentebelangen Twente Rand en ChristenUnie en Partij van de Arbeid GroenLinks. Wie is tegen dit voorstel? CDA, SGP, PVV. Het voorstel is aangenomen. En ik constateer dat we aan het eind zijn gekomen van deze raadsvergadering. En ik sluit deze raadsvergadering. En tot de volgende keer.